welkom bij een nieuwe stream en speciaal goedemiddag aan Bianca, want ik heb een ideetje al heel lang in mijn hoofd gehad. Sommigen die mij al een tijdje volgen weten dat ik vorig jaar een donatiegoal heb gehad voor de computer waar ik dus nu op stream. En door die computer kan ik dus ook veel meer dingen streamen en soepeler streamen. Dus voorheen was het echt alleen Sims Your Wow streams en daardoor kon ik ook opeens gameplay streamen, andere games streamen. Streamgemak is echt heel erg verbeterd. En ik wilde altijd al die mensen bedanken daarvoor. En toen heb ik de payback streams bedacht. That's right. Hallo Linia Zweden. Ten eerste dankjewel nog voor het volgen. Ik zag dat je dat recentelijk hebt gedaan. En dankjewel voor je subje. Uitroepteken vlag in de chat voor Linia. En deel al je hartjes en je feestelijke emotes. Maar ja, wat ik dus aan het vertellen was, is dat 6 mensen die in mijn Discord server zitten, hebben mij vorig jaar geholpen met die donatiegoal. En ik wilde dus iets terug doen voor die 6 mensen. Vandaar de payback streams. Dit is de allereerste. Want deze 6 mensen krijgen allemaal een eigen stream naar keuze. Dat wil zeggen dat deze stream mogelijk is gemaakt door Bianca 80. Bianca heeft gekozen voor een Sims Your Wow stream. Dus we gaan weer oud en vertrouwd bouwen. Hoe ik ooit ben begonnen op Twitch. Ja, omdat het natuurlijk een speciaal stream voor Bianca is, wel natuurlijk een nieuwe kavel. Want als ik een beetje kijk naar mijn oude kaveltjes, er valt weinig nog te bouwen. Het glazen brughuis is vooral buiten. 64 tegelhuis is vooral buiten. Wat heb ik nog meer? Ja, moderne villa's zou ik nog wel wat kunnen bouwen. Een Star Wars huis is ook voornamelijk nog buiten. Ecologisch levenhuis is ook voornamelijk nog buiten. Dus ik dacht, weet je, na die 64 tegelhuis komt er een 32 tegelhuis. Dus daar gaan we alvast een beginnetje aan het maken. En dan ga ik wel zorgen dat deze zomer die 64 tegelhuis ook wel afkomt. Die moet wel af zijn eigenlijk voor de 32 tegelhuis. En Linia wil blauw. Ik wil wel aan Bianca vragen. Ik heb wel al een wereld gekozen. Glimmerbroek uit Magisch Rijk. Maar ik wil aan Bianca vragen, welk pakket wil jij graag terugzien in het huis? Welk pakket denk je, oh, dat vind ik een leuke om als hoofdpakket te hebben in het huis. Hier is jouw vlaggetje. Linia Zweden met een eentje. En dankjewel voor je subje. Daar zit hij. Bianca, dan ga ik toch voor het nieuwe pakket. Oké, dus er gaan dingetjes van interieur designer. Ik denk, ik zit aan designer. Er was iets met designer. Er stond iets voor. Wat was het ook alweer? Oh, kijk. Linia is de vriendin van Epica de Skeleton Key. Dit vind ik leuk. Welkom. Je hebt al een keer hier gechat als Epica, maar nu met een eigen naam. Bianca, waarom denk je dat ik het nieuwe pakket noemde? Ja, die naam. Ik snap niet waarom ze voor zo'n lastige naam zijn gegaan. Maar oké. Dan zal ik ook meteen even de cheats aanzetten. De move object. Oh, moet ik natuurlijk niet in mijn chat klikken, maar in mijn spel klikken. Zo, move object. Even kijken. Ja, nog iets? Nee, hè? Zo. Oké, het tegelhuis. Hoe staat de muziek voor jullie trouwens? Ik denk dat ik de audio van de computer wat harder voor je zet. En de muziek voor mezelf even wat zachter. Zo. Kunnen wij nu ook meteen vrij bouwen? Ja, ik had mijn stream nog openstaan in plaats van mijn spel. Dus ik druk gewoon op dat knopje. En dan typt hij gewoon op wat open staat. Daar gooit hij dan de code in. En hoi Meerte, welkom. En Linia heeft morgen de Nederlands examen. Spannend, spannend. Ik ben voor de kavel gegaan waar twee simmetjes normaal gesproken wonen. Want één ding aan Glimmerbrook. Ze hebben allemaal zo'n ingangetje, zeg maar. En er zijn twee kavels die er is één kavel met een startershuis die leeg is. En die had echt zo'n vierkant ding. En er is een andere kavel. Die had een schuine. En bij de bar zat een hele heel soort van parkeerplek omheen. En ik wil in dit huis iets gaan doen met fundering. Dus laten we hem... Oh, wacht. Laten we hem eerst even op klein zetten. Dit wordt een dingetje, hoor. Kleine woning. En dan... Ja, die. Een microhuis. Hoeveel heb ik nu? Oeh, jeetje. Dit is al 72. Dit wordt moeilijk. En Bianca, hoe vaak ik niet iets per ongeluk in Discord typ in plaats van de chat? Ja. Nou is het 48. Jeetje. 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 Oh.
en dan wil ik ook nog de hoogte in. Oh, en Bianca denkt, nee, dit is een feeststreampje. We gaan dit feestelijk doen. Voor het bouwen zijn er trouwens ook weer beloningen aangezet. Kabouterpet staat aan, koopmodus keuze staat aan. Dus jullie kunnen mee bepalen wat ik erin moet zetten. Bianca zegt, dit hoort er natuurlijk wel bij. Oeh, dit zat nu heel hard voor jullie, sorry. De Nederlandse bril. Kijk, daar is die dan. Ja, wat ik dus eigenlijk wilde doen is het mezelf nog moeilijker maken. Want ik heb het 100 tegelhuis was een begaande grondverdieping en de kelderverdieping. Toen hadden we de 64 tegelhuis is helemaal onder de grond. Dus ik wilde het 32 tegelhuis boven de grond. Hoe deden we dat ook alweer? Zo. Die. Of die. Oeh, dat is heel dun. Oeh. Ik vind deze wel meer passen in een bossiger gebied dan deze. Het zonnetje schijnt, dus een zonnebril komt goed van pas. 32. Kijk, het kleine huis, die van 100 tegels, was dat huis die ik redelijk in het begin heb gemaakt. Waarbij je had dan een keuken en een woonkamer. En dan moest je de verdieping naar de kelder. En daar zaten toen de twee slaapkamers. Ah, mijn cam zit ervoor. Nou, het staat hier ook boven. Ik heb het hier boven neergezet. Hoi Lianne. Lianne, je moet even Discord checken. Je bent geen VIP. Ja, je bent wel een VIPje hier, maar in Discord tel je als teamlid. Je hebt op de verkeerde poll gestemd. Ja. Ik weet niet meer wat ik hiervoor aan het zeggen was eigenlijk. Maar ik mag 32 tegels gebruiken. Oh, ik weet het al. Dat 100 tegelhuis was dus een begane grond, woonkamer en keuken. En dan ging je daar naar onder de grond. En daar zaten dan slaapkamers. En dan bij de 64 tegelhuis was het helemaal onder de grond. Ook het tuintje. En dan was het hele een studio, zeg maar. En het 32 tegelhuis wil ik dus nu boven de grond gaan bouwen. Dus het wordt nog moeilijk, want er moet natuurlijk ook nog een trap bij. En even kijken hoor. Linnea zegt, kan ik kijken en chat nu als hij er niet is? Oh, als Epica er niet is, ja. Heeft het nieuwe pakket eigenlijk een trap? Nee. Even draaien. Oh, dit wordt zo klein. Kijk, dit is al 32 tegels. Nu is het al op. waar staat die fundering hier? Jongens. Wat is leuk? Beetje natuur, beetje past bij buiten, past bij Glimmerbroek. Geen idee. Deze past denk ik wel bij de fundering. Wacht, dan moet die. Zo. Even kijken. Wow, hoe klein is dit voor een heel huis? Dit wordt echt een uitdaging. Ja, ik denk ook dat ik wat dingen buiten ga doen. Beetje kampconcept of zo. Lianne zegt, ik heb geprobeerd om zelf een klein huisje te maken. Net 84 tegels gered. Dat zijn er 50 meer dan ik. Ja, en de nieuwe pakket in een bundel, dat kan altijd eens even duren. Maar ik weet nooit hoe lang, omdat ik heb nog nooit een pakket in een bundel gekocht. Ze kwamen pas met die bundels nadat ik al Game Changer werd. Korting is er een weekje. Als je zeg maar op de site van Origin zit en dan moet je helemaal naar beneden scrollen. Als je dan bij die Sims sale pagina zit, helemaal naar beneden scrollen. Dan staat er een tijdstip met P.
PT erachter. Dus dan moet je er 9 uur bij tellen. En dat is dan tot wanneer de sale duurt. Want wij lopen 9 uur voor op Amerika. Of nou ja, op dat gedeelte van Amerika waar EA zit. Ja, gaan we een baksteenhuis? Misschien moeten we wel een blokhutje of zo van maken, hè? Iets van hout. Hebben we een beetje bosachtig... Dit is wel... Ja, ik weet niet of ik dit mooi hout vind. Maar er moet dus een bed, een zitplaats, een douche en een keuken in. Hoe dan? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik ga wel werken met een hoogslaper, dat wel. En het wordt maar een huisje voor 1 persoon. Dus het wordt gewoon 1 bedje. Ik kan er maar eentje slapen. Dit hout ziet er wel realistisch uit als in... Ja, geloofwaardig dat dit... dat is lelijk. Dit weg. Plafond, weg, plafond. You. Oh, dan moet ik daar klikken, op de vloer. Nee, ik wil het plafond verwijderen. Dan moet ik gewoon met het hamertje. Ja, te lang niet meer gebouwd. Ieder boshuisje heeft wel een hottop in de tuin. Ja, ik begin eerst in ieder geval met het huisje. En dan kunnen we een beetje kijken wat we er omheen gaan bouwen. Of ik hem wat verder naar voren ook ga zetten of verder naar achter. Maar ik ben wel uiteindelijk voor deze kavel gegaan. Omdat die is veel groter. En die daar heeft een vierkante, rechthoekige oprijlaan. Die heeft ook een hoekige oprijlaan. Daarachter staat een bar. Deze was de enige die rond was. En dan vond ik dat wel passen bij een losstaand boshuisje. De wc kan wel buiten. Maar ja, de wc moet ook weer in muren. Dat is een beetje het lastige. Ja, bij Linia is de wc buiten. Het enige nadeel is dat we niet echt een kant-en-klaar wc-huisje hebben. Even kijken, waar staat sanitair? Hier. We hebben wel dit soort dingen, maar ja, die kan ik nu wel aanzetten omdat ik een cheatcode aan heb. Maar dan kan je gewoon via de achterkant naar binnen kijken. Probleem is, zodra ik meer muren ga plaatsen en zo, dan zegt het spel, yo, dat worden 33 tegels. Ik kan wel een klein beetje vals spelen, denk ik nu. Een halve tegel extra. Maar hoe ga ik dat doen, joh? Misschien moet ik hem niet vierkant maken. Ja. Even kijken. Deze in ieder geval eentje kleiner. Dan loopt hij gelijk met de trap. Soort van. Vind ik denk ik mooier. En dan doen we aan de achterkant. Even kijken hoor. Dit is 28, 29, 32. Zo. En dan doen we... Nee, schuin. Schuin, 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 schuin. Kijk, haha, 32,5 is op de Sims ook 32. Toch nog een beetje extra ruimte. Ik twijfel alleen nog over de buitenmuur. Dit is vals spelen. Oep, wat deed ik nou? Ik wil die... Oké, dan doen we het wel met het hamertje. Voor deze ver... Hè? Hallo? Er valt niks te verwijderen hier. Muur. Waarom mag ik die niet verwijderen? Kom op zeg. Oh, nu wel. Oké. Nou, er zit een Wacht, we doen even gewoon een dichte fundering. Want het spel doet raar. Is alles dicht? Die ook. Web dicht. Zo. En dan dat muurtje weg. Zo. En dan gaan we de fundering er weer opnieuw onder zetten. Ja, oké, top. Designer toch of vallen die onder move objects? Ja, maar dan is het... Als ze er zijn, dan zijn het geen bruikbare wc's. Wc-huisjes.
Ik denk wel dat je weet wat je bedoelt, maar dat is niet echt een... waarvan ik dacht dat jij bedoelde, is dat je zo'n huisje hebt met zo'n deurtje waar zo'n hartje in zit, weet je wel. Maar de huisjes die je hebt, die wc-huisjes die je in het spel hebt, zijn meer voor in een park of zo neer te zetten. Met een versie voor mannen, een hoekje voor mannen en een hoekje voor vrouwen. En dan is het wc-huisje bijna net zo groot als het gewone huisje. Dat is dan weer een beetje apart. Oeh. Er zit weer zo'n zwarte rand onder. Oh, hier niet. Dit vind ik mooi. Ja, ik vind dit denk ik mooier. Deze geeft haast licht, joh. Ik vind bruin dan wel een cliché houten kleurtje hebben dan een, hoe heet het? Eentje die erbij past. Oh, dit is de oranje. Dat is de rood. Dit past er wel bij. Oké. Okay. Kunnen ze onder de fundering lopen? Als je het hoog genoeg maakt, dan kun je daaronder nog een toilet maken. Dat afschermen met schermen. Ja, ik kan het huis zo hoog of laag maken als ik wil. Dus dat is op zich geen probleem. Het zou wel een gek idee zijn om dan onder je huis toch een soort van huisje te hebben. Oh, de binnenkant, jongens. Hoe dan? Ja, verlichting. Ik wil even zien wat we doen. Ik denk niet dat ik... Ja, misschien wel muren, maar ik weet het niet. Want er moet ook nog ergens een douche in. Bianca zegt, ik heb ze er namelijk nooit onderdoor zien lopen. Ik weet ook niet of dat kan. Zullen we dat even testen? We gaan jou even heel hoog maken. En dan even tussendoor opslaan. Want dit huis heeft toevallig een familie erin zitten. Myrthe gaat er vandoor. Doei Myrthe. Daar. Even spelen. Even testen. Jij. Kan jij hier staan? Nee. Nee. Ze zegt nee. Lukt niet. Nee. Nee. Jammer. Gaat het niet worden. Waar waren we? Daar waren we, Glimmerbrook. Oké. Is het weer ochtend, middag, hoppatee. Dan mag die weer even een stukje omlaag. Waarom heb ik nou opeens weer geld? Omdat ik ze... Godzakken. Dat wilde ik niet. We zetten ze uit huis. Want nu heb ik opeens geld. En eerst had ik nog het Infinity logootje. Welkom Jörn. En Myrthe gaat er vandoor. Ja, doei. Zo. Oké. Okay. Oh, die trap. Misschien kan die ook wel een andere kleur. Welke hadden we? Deze volgens mij. Die komt niet echt in een versleten vorm of zo, hè? Ook nog de meestertrap. Nee... Baksteen ziet er heel raar uit zo. Nee, ik wil wel een open trap. Dat ziet er logischer uit voor deze kavel. We hebben ook nog deze. Ik weet niet, vind ik ook niet zo passen.
Oeh, dit is wel mooi. Dit is wat donkerder en dat is wat lichter. Ja. Oké. Okay. Zou eigenlijk meer zo'n natuurhouten trap willen hebben, ja. Dat leek me ook een leuk idee. Hoi Naomi, welkom. Ja, deze vind ik wel goed passen. Er komt en het donkere en het lichte komt er een beetje in terug. Dus dat sluit wel aan. Het donkere matcht mooi met dit stuk. Dat lichte matcht mooi met dit stuk. Vind ik wel goeie. Oké, de binnenkant. De oh zo grote binnenkant, manieus. Ik heb letterlijk maar één lampje nodig om alles te kunnen zien nu. Oei, Linia, als je dit al warm vindt, dan heb je vorig jaar zomer nog niet meegemaakt hier. Toen had ik het pas warm, jeetje. Dit vind ik wel een mooi hoekje voor het bed, eigenlijk. Bed. En dan willen we natuurlijk wel zo'n nieuwe... Pax. Interieurdesigner. Ja, dit gaan we dus niet doen. We hebben deze. Dit vind ik meer iets voor kinderen. Oh, die is wel leuk. Oh, dit zijn dezelfde. Met een kast eronder. Oh, deze past ook wel. Oké, Bianca. Die? Of die? Links of rechts? Geel uiteraard, hè? Jij houdt van geel. We gaan een huis met geel doen. Rechts. Oké. Dat was deze. En dan... Die kant, denk ik. Ik weet nog niet welke kant. Zo. Ja, leuk. Geel. Ja, dat doe ik niet zoveel mee. Dus is voor mij ook wel een leuke uitdaging. En ook wel een geinig patroontje. Past wel in de natuur. En dus misschien wel tof. Oh, dit is trouwens een hoge muur. Kun je ook wel een medium muur van maken. Oh ja, een nieuw pakket komt niet met nieuwe ramen. Ja, ik zou denk ik niet zo'n raam willen doen. Maar misschien is het leuk om daarboven een raam te hebben. Dat als je in bed ligt, dat je naar buiten kan kijken. Dus zeg maar... Zoiets. Ik heb geen idee trouwens wat voor raam ik wil. Jungle. Zomers 20 graden, winter min 20. Oh, wat een hel. Dat zou ik vreselijk vinden, min 20. Zou ik gewoon een winterslaap willen houden? Dat luikje misschien van de bovenste rij. Oh, de nu bovenste rij. Deze. Hoi Binky, welkom. Oh. Kijk dan, wat leuk. Vet tof. Dit is toch... Nou, dit zou ik wel leuk vinden hoor. Voor een weekendje in de bossen. Om met... Dan zou ik er wel een hoor op willen hebben. Want insecten iel. Maar wat een uitzicht. Lekker je bedje in met dat uitzicht. En je ligt dan met je hoofd hier, dus dan zie je dat. Ja, ik heb nu die mot niet aan. Maar dan zie je wat boompjes en wat bossen. Oh, dat is ook wel een mooi uitzicht trouwens. Met dat waterval. Misschien moet het bed draaien. Ik weet nog niet. Het is misschien wel handig als ik hier nog iets mee kan. Dus we gaan het bed even draaien. Dus dan heb ik hem toch nodig met die kant. Ja. Zo. Kijk, want dan zie je en steen en bomen. En dan zie je daar het bruggetje met water. Rut zegt, wat een coole bril. Dankjewel. Ja, Bianca heeft net een verkleedpartijtje gekocht.
En Linia zegt altijd wel donker of licht daar, 24 uur per dag. Ik zou dat ook niks vinden. Maar is dat in heel Zweden of kom je van heel erg noordelijk Zweden af? Bianca, nee. Oh, Stickerboy? Binky, leg uit. Explain. Misschien kunnen we dit ook aan de binnenkant doen, maar een lichtere variant. Zo, en we moeten een houten vloer hebben. En dan vind ik deze bijvoorbeeld geschikt. Of, wat hebben we nog meer? Deze, die ziet eruit alsof die... flink wat beschadigingen en zo heeft meegemaakt. Je ziet ook allemaal krassen en zo erin. Dus dat vind ik ook wel heel gaaf. Maar dit is weer... Ja, deze komt maar in één kleur. Dat vind ik een beetje lastig. Anders doen we die buiten en dan doen we die ander binnen. Hebben ze toch allebei. Een deur. Wat hebben we trouwens bij de medium deuren? We hebben niet echt een houten hutje, mooie blokhuisdeur of zo, hè? Nee, dit vind ik meer een woonwijkdeur. Er zit zelfs een brievenbus in. Jeetje, naar Nederland was het 4 dagen rijden. Even kijken hier. Als ik even sorteer op... omhoog, kleur, geel. Wat hebben we dan allemaal? Dit is dan wel weer heel schattig. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Kim, als je kijkt in de lounge op Discord van Rosie, weet je waarom ik Binky de stickerboy noem. Oké, ga ik naar de stream even kijken. Ah, hij komt ook wel met een houtkleurtje. Dus dat is een optie. Dan hebben we dit soort deuren. Dat vind ik ook wel passen. Zo'n deur. Oh ja, kijk met zo'n gordijntje. Dan vind ik die al beter passen. Wat hebben we nog meer? Oh, hij komt ook... anders. Maar dit is meer oranje. Ik dacht, misschien is het bruiner. Nee, we doen hem wel zo. Degene die hier woont houdt van geel. Die heeft de deur geel geverfd. Oké. Oh, zo klein. Bianca zegt, heeft hij een gordijntje? Die ga ik vaker nemen. Ja, kijk. Aan de binnenkant zo'n heel tof rolgordijntje. Dat is wel perfect. Dan heb je toch privacy hier. Sipje! Hartkimpul groet. Rosie! Ja, ik kan het wel vragen, maar het wordt blauw. Allemaal hartjes in de chat voor Rosie. 13 maanden, jeetje, ja. En je hebt nu niet meer de That's Right met alleen de vrouwenstem. Je hebt ook de mannenstem erbij. Blauw is goed, haha. Hier, oh. Hier komt jouw vlaggetje. Wozie wozie met een 13. Dankjewel voor je sipje. Daar. En wat ik trouwens grappig vind, dat valt me nu pas op. Ik had zeg maar Linnea hier erbij gestoken, maar kijk eens wie erachter staat. De Epica staat erachter. Dat had ik niet eens opgelet. Ik had gewoon gekeken, nou waar is nog een plekje vrij? Maar dankjewel voor je sipje, Rosie. Oké, wat is verstandig om hieronder te zetten? Misschien of de televisie of de bank. Aangezien... ja, hier dat raam, dat kan je niet gebruiken. Willen we een televisie in het huis? En waar laat ik de keuken? en waar laat ik de douche? Bianca zegt dat de maand maar snel om mag zijn. Mis mijn gele vlaggetje. Oh. Ja, ik heb ze weer. En Roosje zegt, ja, bij mij hangen ze toevallig ook samen in de slinger. Ja, grappig hoe dat zo loopt. Je hebt wel, weet ik, even kijken hoor, bij Sanitair. Daar, ik was hem kwijt.
Ja, ook van dit soort buitendouches en zo. Maar ik heb nergens... Ja, ik zou wel nog een buitendouche kunnen bouwen. Je hebt ook gewoon dit soort dingen. Dat is echt een buitendouche. Of dit. We doen de douche gewoon buiten. De wc wil ik misschien ook wel buiten doen. Dus dat wordt dan even een dingetje van hoe ga ik dit aan elkaar puzzelen. We kunnen hier wel een leuke boekenkast doen. Opbergruimte. En, oh ja, ik had geel nog geselecteerd. Maar kijk, we hebben die nieuwe kasten. We hebben een beetje rond. Oh, dat zijn twee verschillende, of niet? Wat is het voor... deze moet je aan de muur. En deze kan je gewoon vrij overal neerzetten. Oh, oké. Okay. En voor de rest zie ik hem niet van het nieuwe pakket. De ronde zwevende muur boekenkast. Maar je kan... Oh, kijk, je kan hem ook de hoogte veranderen. Oh. Ja, dan doen we hem zo hoger, want dan heb je meteen een nachtkastje hier, soort van. Je moet wel even met je armen strekken, maar je kan hier wel wat opzetten. Kijk, wit kastje. Ik vind wit met geel wel een mooie frisse kleurencombinatie voor hier. En we hebben eigenlijk wel nog meer ramen nodig. Sowieso aan de voorkant. Ik zet even het geel uit. Ja, we kunnen dan ook zeggen van... Ja, we pakken het hele jungle avontuur stijl en we doen gewoon één raam. Maar dan is er zo weinig. Dan heb je alleen hier en hier. Wat hebben we nog meer voor opties? Ja, dit soort luikjes weer. Dit zou dus leuk zijn als ik nog tegels over had. Om hier dus dit te gebruiken voor zo'n wc-huisje. Precies zo met zo'n hokje in het dat ding. Het enige wat ik dan ook weer jammer vind is... Het luikje gaat nu open naar rechts. Maar we hebben niet een... Oh wel, sorry, ik heb niks gezegd. Oeps. Ik hou mijn mond wel. Het zijn net ogen nu zo. Als je daarbij komt, moet je wel een beetje lenig zijn. Ja, dat wel. En Linia, slaap nooit hoog, want dan val je eruit. Ja, maar er zit een, kijk, er zit een randje aan. Ja, vooral zorgen dat je er niet uitvalt, inderdaad. Ja, misschien kunnen we hier ook nog wel ergens een plankje doen. Maar ik vind de hoogte vind ik wel grappig. Want op zich, je zou het kunnen redden. Even kijken. Misschien een dak en dan pilaren nemen om een afkap te maken voor de douche en toilet. Ja, ik zat dus te denken om wel iets of met muurtjes of met struikjes. Zolang ik de muurtjes niet dicht maak, is het geen extra ruimte. Want ik kan wel gewoon dit doen. Blijft het 32 tegels. Maar zodra ik zeg maar dit doe, dan is echt het spel, yo, het is geen 32 tegelhuis meer. Dus ik zat te denken om misschien ergens achterin zelf een douche te maken. Zal ik hier in de hoek de keuken... Wat doen we hier dan? Oh, ik vind deze indeling lastig. Ik vind deze indeling lastig. Oh! En Wiet Kira, dankjewel voor het volgen. Welkom. Laten we even gaan kijken voor de keuken. Hoe heet het? Oppervlakte. Dan hebben we de moderne keuken. Even kijken hoor. Kom jij? Ja, kijk, jij komt in geel. En dat ziet er zo uit. Ja, we hebben denk ik niet heel veel ruimte voor hoekjes en zo. En we hebben ook nog de laadjes. Oh, de laadjes komen niet in geel. Nou, dan wordt het hier de moderne. Opgelost. Oh, we kunnen wel een binnenhoekje maken. Zo. Oh, verkeerde kant, deze kant. Zo. Enig. En dan een koelkast.
Wacht, mis ik iets? Moet je iets zeggen? Doet mij aan Minecraft denken. Rosie, zul je net zien dat ik 3 tellen van de PC weg ben en dan mis ik het weer. De 2 raampjes. Ik speel geen Minecraft, hè, dus ik weet het niet. Wat is er met deze 2 raampjes? Nou, je bent hier ook aan het leren, Linia. Je bent nu Nederlands in de praktijk aan het doen. Elektronica. Nee, niet elektronica. Apparaten. Ja, gaan we voor... Oeh. Oh, dat vind ik wel leuk eigenlijk om een mini koelkastje te doen. In plaats van een... Want ik zat eigenlijk of te denken aan die. Of aan die. Maar ik vind dit ook wel leuk. Zo'n mini koelkastje. En dan zetten we daar... Kom jij in het geel? Oh, het past erop. Dus we hebben die. Maar we hebben ook die. Vind ik die leuker voor hier. Zo. En dan... Een gaspitje. Nou, komt ook met geel. Wat een tophuis dit. Ik denk alleen, ik moet deze wel vervangen voor of een wasbak. Er zaten wel wasbakken bij, hè, het nieuwe pakket. Want aan de ene kant is een inbouwwasbak misschien mooier. Maar je hebt ook van het nieuwe pakket, dus onder andere deze. Die komt weer niet met geel. Die vind ik wel heel, heel strak. En nog eentje deze. Komt ook niet in het geel. Nee, vind ik ook niks. Dan zou ik eerder voor zoiets willen gaan. Oh, en het matcht. Ja, ik ga voor deze. Ik ga voor deze. Oh, kijk. Kira, ik ben Nederlands leren en met jou kan ik het begrijpen. Wat leuk. Hey, Kira en Linia, misschien moeten jullie buddies worden. Allebei Nederlands leren. Kunnen jullie goed oefenen met elkaar? Welkom. Heb ik dan nog iets van... Tegels. Nou, camera, blijf eens even op je plek staan of zo. ik ben hier niet zo'n fan van. Nee. 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 Linia zegt dat het was de eerste weken moeilijk. Nu gaat het wel. Ja, respect hoor. Ik weet hoe moeilijk het is. Ik heb natuurlijk gebarentaal op een latere leeftijd geleerd. Misschien moet ik hem niet helemaal doortrekken. Gewoon alleen links. Ik weet het niet. Nee, dan wordt het maar vies en vet en nat. Maar we gaan hem gewoon een blokhutje van maken. Ik wil misschien wel ergens een behangetje doen. Bijvoorbeeld aan deze kant. Dat het toch nog iets anders eruit ziet. Maar ik wil het voornamelijk wel het hout houden. En Sharon is er ook bijgekomen. Welkom. Oh, een baby die tussendoor steeds wakker wordt. Dat lijkt me pittig. Ik ben ook echt iemand die mijn slaap nodig heeft, hoor. Kom maar voor. Oh nee, ik weet welke. Ik weet welke. We gaan even niet voor geel. We gaan... Nou, ik weet toch misschien niet welke. Want ik vind het heel grauw. Bianca zegt, ik vind het wel jammer dat je die tegels niet gewoon tot een bepaalde hoogte kunt doen. En de rest van de muur kan laten zoals die is. Wacht. Rosie? ga jij doorgeven of zal ik het doorgeven? Ik maak er even een screenshot van. Zo. Ik vind dat een hele mooie feedback om door te geven.
Is het ook geel bij? Nee. Of moet ik iets voor albollos gaan? Nee. Of voor die nieuwe? Gewoon die nieuwe doen? We doen die nieuwe. Ik dacht al even dat wilde... dat je dat wilde... Hè? Ik dacht even dat je wilde zeggen dat dat al kan. Haha, nee. Rosie zegt, zou mooi zijn in de Sims 5. Betwijfel dat een beetje of ze dat in de Sims 4 gaan doen. Maar het staat steken op mijn wishlist. Ja, maar ik bedoel, wij kunnen feedback doorgeven. Hè? Misschien is het wel tof om het door te geven. Ik denk dat ik toch die vloer ga veranderen naar dit. Ik vind die andere toch grauw. Ik weet niet of die nog in lichtere kleurtjes kwam. Hallo. Of had ik wel de lichtste? Oh nee, er komt ook nog die. Nee, dat vind ik ook zo grauw. We gaan toch voor deze. En het ziet er ook wel echt als een blokhut vloer uit. Met al die spijkers waarmee het is vastgezet. Ik zit alleen een beetje te denken wat ik dus ga doen hieronder. We kunnen hier de televisie neerzetten. En dan hier ergens een bank. We kunnen het ook andersom doen. Hier een bank neerzetten. En dan hier ergens een televisie. Met deze muur past de vloer inderdaad beter. Ja, hè? En helemaal ook al die lichte meubels. Dat we geel en wit hebben. En dan was die andere vloer was best wel grauw. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik nu verder moet. Wat hebben we nodig in een huis? Nou ja, we moeten nog een douche hebben. Maar die ga ik buiten doen met de wc. Ze moet ergens kunnen zitten. Want anders gaan ze staand eten. Televisie. Afvalbak. Ja. Jeroen gaat er weer vandoor. Woesh, hallo, woesh. Doei, Jeroen. Deze. Uiteraard deze. Of die kan ook nog hier in de hoek. Ja. Kan je met deze kast eigenlijk ook spelen? Als we naar oppervlakte gaan. Dat kan. Dan heb ik een ander idee. Dan gaat die heel hoog. Dat klinkt misschien heel gek. Nee, hij kan niet hoger. Hallo. Kast heel dichtbij. Dat is heel dichtbij. En ik ben bang dat dit niet past. Hallo. Leuk joh, bouwen op een verhoging. Die camera die flikkert alle kanten op. Ik ben bang dat het ideetje wat ik heb niet past. Even kijken, kledingkasten. Oh, het past! Oh, oké. Voor welke gaan we? We hebben de... Nee, we gaan niet voor chic. We gaan ook niet voor fashionista. Lekker casual. Ja, lekker casual. In het geel. Of geel met roze. Geel met roze. Mijn mooie gele jas. En dan moet die uiteraard ook nog even naar die kleur. En wat ik dan ga doen... is... comfort. Dat krukje van... volgens mij was het Jungle Avonturen. Die gebruik ik er wel eens vaker voor. Daar. Ik zag hem. Deze. Die staat hier dan als opstapje, zeg maar. En dat op rolstoelhoogte. Het feit dat er hier een trap staat en dat het bed via een trap is, dat maakt niet uit. Zolang je maar bij je kleren kan, hè, Bianca? Maar ik vind dit wel praktisch. En dan, ja, misschien voor die boeken niet, maar dan heb je hier dus een krukje, dan kan je dan opstaan en dan kan je de rest pakken. Ik ben blij met de kleine dingen, dat snap je. Ja, Linia, gewoon uit bed rollen. Gewoon een duwtje geven, wordt hij vanzelf wakker. Rosie vindt het huisje echt heel cute. Nee, gewoon echt uit bed rollen, hè? Gewoon doorrollen.
Oké. Eerst wil ik even kijken voor een bank. We hebben die. We kunnen natuurlijk zelf een bank maken. Maar we kunnen ook even kijken, want ik weet dat er ook kanten... Oh, ja, dit vind ik niet echt leuk voor hier. Dit ook niet. En hier... Ja, die is heel groot. Nee, we gaan zelf een bank maken. Nee, dan ga ik hem hier doen. Dan ga ik hem toch draaien. Wat konden we eigenlijk allemaal? Andere kant. Die kant. Nee, die kant. Nee, die kant. Dit is misschien wel heel veel zitoppervlakken. Nou, ik vind het eigenlijk niet eens zo heel gek. Dan kan je hier zitten voor de televisie. En dan kan je hier zitten voor whatever. En dan heb je ook nog lekker uitzicht op de boekjes. Alleen, wat doen we dan met de ruimte hierachter? Rollen totdat je boink hoort. En Biggie zegt, ik krijg nu door dit ook weer zin om een klein huisje te bouwen. Want grote gebouwen staan gewoon in mijn woordenboek. Ja, daar zou ik ook wat meer mee moeten oefenen. Want ik bouw dus juist heel vaak niet groot. Nee, dat is dan weer te groot. Ik weet niet of ik hier een tafeltje bij wil doen. Of ik moet die eruit halen. En... Nee, maar dat pakt hij denk ik niet, hè? Als tussenstuk. Want hij snapt hem of zo. Maar hij snapt hem niet, nee. Ik had vroeger... bij mijn biologische vader hadden we dan een bank. Die was zeg maar 1, 2, 3. En dan 1, 2. En dan dus dit. En dit was dan eigenlijk geen bank, maar een tafeltje. Wat er aan vast zat. Met ook zo'n hoge rand. Maar dat hebben we dus niet. Dan kan je de tv onder het bed doen. Ja, precies. We gaan deze natuurlijk wel even geel maken. Zo. Kleedje erbij. Oh. Ik denk dat ik nu iets ronds wil hebben. Een bloemetje. Gewoon geel of die geel. Oeh. Dan vind ik alleen wel iets te geel op geel eigenlijk. Oh, we kunnen die wel roze doen. Dan komt dat van het gordijntje weer terug. Hey, wat goed. Het huisje wordt steeds leuker, jongens. Ik ben alleen bang, want al die bijzettafeltjes die er zijn, die zijn zo huge. Ik zou zo'n leuk, schattig, klein... Oh, ik heb een idee. Ik zou zo'n leuk, klein, schattig rondtafeltje willen, dacht ik. En toen, voordat ik mijn zin had uitgesproken, wist ik hem al. Oh, deze is trouwens ook wel leuk. Oh, nou ga ik twijfelen. Want deze kan ik doen. Alleen dan waarschijnlijk wel een andere kleur. Licht. Maar waar ik dus aan zat te denken was die van klein wonen. Maar staat die onder de bijzettafeltjes waarschijnlijk. Klein wonen. Oh, daar. Ja, deze. Komt ook niet met geel, maar wel met wit. Vind ik ook leuk. Even kijken, hebben we die. Ja, dan zou ik of bruin met wit doen. Ja, dan zou ik hem daar laten. En deze. Wel oranje, hè, maar geen geel. Nou, Bianca, links of rechts? Gaan we voor klein wonen of gaan we voor de nieuwe pack? Welk tafeltje? Kijk, Bianca zegt al, die van klein wonen is leuker. Dan doen we die weg. Ja, deze had ik dus in eerste instantie al meteen in mijn hoofd. Zo. Ja, dus zat ik dus te denken om hier, in dit hoekje wat we nog over hebben, een eethoekje te maken. Of een bureautje, want je kan in principe ook aan de bank eten. Klein werkbureautje, dat hebben we ook.
We hebben deze. Kijk, want die kan je gewoon hier mooi neerzetten. Dan kan de bank misschien zelfs nog een stukje naar achter. Of niet. We zetten hem dan gewoon niet helemaal tegen de muur. Maar gewoon iets er los. Dus we hebben deze. Van ouderschap. Dan hebben we deze van klein wonen. Maar die komt dan weer net niet met een kleur waarvan je zegt. Want hier zit heel veel blauw bij. Donkerblauw. Ah, hier zit paars en oranje. Dan noemen we, gaan we wel voor die. Dan hebben we deze. Ook van ouderschap. We hebben nog meer één persoons. Ja, want dit zijn allemaal twee persoons. En dat gaat hem gewoon niet worden, hè? Dan zou ik de bank naar voren moeten zetten. Dan komt hij te dicht op het bed. Dus dat wordt hem niet. Nou, dat waren ze al. We hebben 3 eenpersoonsbureautjes. Bianca zegt, ik vind die eerste wel heel tof staan. En Roosje zegt ook, die linker is wel leuk en schattig. Dan gaan we daarvoor. Ik vind die ook wel heel erg passen bij het stijl van het huisje. Ja, deze. En dan doen we hem, even kijken hoor. Dit is helemaal rechts. Dit is links. Doen we hem iets meer zo. Leuke stoel erbij. Ja. Oké, een nieuwe pakket kwam met deze. Daar zit geel bij. Hoppatee. Want we hadden geen andere stoel hè, meer van dat pakket. Oh, we hebben ook nog deze. Nee, ik vind dit meer voor een blokhut dan die. Oké, laptopje. Want een hele computer setup vind ik dan weer iets too much. En ik weet dat we gele hebben. Vast wel. Deze heeft een regenboogtoetsenbord. Kijk, een gele laptop. Hoppatee. Oeh, die hebben we ook nog. Die ziet er zo uit. En deze. Oh, dat vind ik wel geinig. Er zit een soort van patroontje op. Komt ook van het nieuwe pakket. Matcht mooi met het behangetje. Wordt een leuk huisje, ja. Bianca zegt, het is wel duidelijk dat dit mijn stream is. Hè? Alles geel, ja. Ik vind het echt. Ik had dit van tevoren niet verwacht. Ik wist wel dat omdat jij natuurlijk deze stream had gekozen. En je had gezegd van ja, ik wil Sims je bouwstream. Leek het me wel leuk om dan met iets nieuws te gaan. En dan niet een van mijn oude bouwprojecten af te maken. Omdat heel veel van die projecten valt er weinig nog te bouwen. Het is vooral de tuin en zo waarmee ik bezig moet zijn. Maar en toen zat ik te denken, ja, 32 tegelhuizen. Ga ik dan voor een strandhuisje op Sulani of ga ik dan voor een boshuisje? En toen dacht ik, hey, boshuisjes, ook weer eens een keer leuk. Dus ik heb totaal geen spijt van mijn keuze op dit moment. Nu we dit zeg maar allemaal klaar hebben, weet ik dat we hier ook nog wel een raampje kunnen doen. Nou, zullen we dan in het thema van jungle-avonturen blijven? We kunnen ook een dichte versie doen. Ja, maar het is heel gek als deze heel laag is en die daar is heel hoog. Ja, nee, dat vind ik gek. Oké. Wat hebben we eigenlijk voor medium dingetjes? Dit is ook heel gek. Opeens zo'n hele culturele ramen erin hebben zitten. Tutu. Oeh. Vanaf buiten. Is het heel gek om erbij te hebben? Oh kijk, Roosje zegt al. Oh, dat raam is wel heel tof erbij. Succes met koken, Linia. Nou, dan nemen we dit raam erbij. Hebben we nog een bruin? Kijk, die matcht mooi met die bruin. Oh. Nou, je hebt alleen een beetje teleurstellend uitzicht hier. Dat is dan wel jammer. Je kijkt tegen een hoopje grond met een stukje steen en bomen. Maar alsnog mooier dan overburen, toch? Dit uitzicht. Geeft meer diepte in het gebouw, ja. Plus, we hebben een vensterbank. Ik heb meer ruimte voor mezelf gecreëerd nu. Heel cool.
Oké, ik wil in ieder geval ook nog een spiegel hier binnen. Die kunnen we wel mooi daar doen, trouwens. Zo. En daaronder moet nog, natuurlijk nog steeds de televisie. Elektronica. Ja, die komt te hoog. En die uiteraard ook. Dwars door het bed. Ja, we kunnen voor zo'n hele grote hangtv gaan. Maar dat is ook een beetje gek. We hebben zo'n kleintje. Dat zou wel kunnen. We kunnen ook nog een kastje doen. That's right, that's right. That's right. Joyce! Hey, goedemiddag. Goedemiddag, Joyce. 8 maanden geabonneerd. Ja, uitroepteken vlag in de chat voor Joyce. En uiteraard hartjes in de chat voor Joyce. Ik vind het wel leuk om eigenlijk een staande televisie te doen. En misschien zelfs gewoon de hele simpele vierkante. We hebben geen... Ja, we hebben wel een paarse pinguïn. Moeten even kijken welke we gaan doen. Maar ja, kunnen we weer wat met die kastje spelen. Want hij past vast wel op zo'n kastje. Kijk, dat doen we ook met laadjes erbij. Gezondheid, Omri. Joyce zegt, doe maar blauw. Dan gaan we een blauw vlaggetje voor jou schrijven. Jouw blauwe vlaggetje, Joyce Nino 27. En die gaan we er ook bij steken. Nou, dan kom je gewoon gezellig naast Rosie. Thanks voor je subje. Wat een liefde vandaag. Nou, voor iedereen die vandaag wat later binnen is gekomen. We zijn dus bezig met het 32 tegelhuis in The Sims 4. En dat komt omdat ik eindelijk ben begonnen met een concept wat ik al een hele tijd in mijn hoofd had. Ik heb vorig jaar een donatiegoal gehad voor een pc. Oeh. En die heb ik dus eindelijk... daar had ik dus een idee voor om die mensen te bedanken. En daar ben ik nu eindelijk mee begonnen. Want ja, ik wilde er al eerder mee beginnen. Maar er waren er facestreams. Of er was er weer een pakket wat van de Sims werd aangekondigd. Trouwens morgen weer. Dus de timing is top. maar dat zijn de payback streams. En vandaag is Bianca aan de beurt. Die was een van de mensen die vorig jaar gedoneerd heeft voor de pc. En zij heeft gekozen voor een Simsier bouwstream. Dus we zijn een 32 tegelhuis aan het maken met haar lievelingskleur erin. En zij heeft ook het hoofdpakket gekozen. Ik wil trouwens denk ik hier voor vierkante dingen gaan. Nee, we gaan niet voor vierkante dingen, want die komen niet in het geel. Waarom nou weer? Ik zit alleen even te kijken wat we eigenlijk allemaal hebben. Dus als ik even het pakket aanklik, zo, dan kunnen we het goed zien. Ja, maar we hebben daar al kleding en het is een blokhutje, dus we gaan niet superveel kleding doen. Zo, die komt ook weer door dat bed heen. Ja, dat willen we niet. Al die hoge dingen kunnen we niet doen. Maar deze wel. Alleen dit lijkt me niet praktisch achter het trappetje. Dus die kunnen we beter aan deze kant doen. En... Boop. Ja, maar net zat hij niet zo... Wacht, terug. We beginnen wel eerst met die. Kijk. Mooi in het midden. En dan kan die ernaast. Zo. Joyce zegt, het huisje ziet er wel super leuk uit. Ja, ik ben er echt helemaal blij mee. Ik had niet verwacht... Oh, dit vind ik weer een andere geel. Ik doe wel een beetje het roze. Dat matcht dan weer met het gordijntje en dat kleedje. Geel is eigenlijk een kleur waar ik niet heel vaak mee bouw. En 32 tegelhuis is sowieso wat ik nog nooit heb gebouwd. Dus het is een dubbele uitdaging voor mij. Maar ik vind het resultaat er echt al vet leuk uit te zien. En verder komt ook nog even Hoi zeggen. Die is aan het leren voor zijn examen. Succes! Heel veel succes. Ik zet er nog een blokje naast. Of... Zo. Zet het blokje hier. En dan... zetten we die daar. Nee, want dan kom ik niet uit met de televisie. Ah! Wat is dit voor een gefrustrerend gepuzzel. Om het er een beetje leuk uit te laten zien. Want nou hebben we blokje naast blokje. Nou, dan gaan we het anders doen. Dan gaan we toch voor die met de dubbele laadjes. En dan die daarnaast. En dan die daarnaast. Zo. Of ik doe daar een plant. We doen daar een plant.
Leuk hè, Twijfelkont Kim weer in actie. Hebben jullie dat gemist met de bouwstreams? nee, niet apparaten, elektronica. Zo. Ja, we kunnen er... Oh, nee, mag dat er niet op? Dan gaan we even serieus zo vervelend doen. En dankjewel voor het volgen, Game S2. Wat is dit nou weer voor een gemene actie? Bianca zegt, ik wilde nu al voor 4 keer typen. Ja, dat is leuk, maar voor ik kon beginnen was het alweer anders. Ja, ik ga het nu weer anders doen. Sorry. Want een tv mag dus niet op een plankje, maar het mag wel op een bijzettafeltje. Dus we gaan deze doen, want we kunnen er een bijzettafeltje in verstoppen. Hey. Zo. Kijk, bijzettafeltje. Kom jij met wit? Ja. Hoppatee. Ho, 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 ho. Naar voren. Ja, naar voren. Nou zeg, naar voren. Die? Ik moet hem even op de goede hoogte hebben. Ah, dat is weer net te hoog. Oh, dit kan misschien ook een geinig effect geven. Wacht, die eruit. Die erin. Maar die heeft natuurlijk weer niet die gele laadjes. En die komt ook met wit. Oeh. Ga eens terug. Oeh. Dit voel ik wel. Oeh, dit voel ik ook. Ja. Wispelturig, ik voel hem ook. Ja. Ja, ik dacht, ik verstop er eentje in. Maar dat hij er zo uitsteekt, vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Mijn monitor staat ook op een verhogingje. En Bianca zegt, jij maakt gewoon even je eigen meubel. Kijk. En dan... Nee, we gaan voor die met de antenne. Het is wel een boshuisje. Nee, gewoon zwart. Vet leuk dit. Ik vind dit leuk. Oh, ik heb echt zin om ook te spelen nou. Decoraties. En een mooie... Iets met geel. Even kijken. Kleur. Geel. Wat krijgen we er allemaal uit? Nou, ga niet een hele boom neerzetten. Die is wel leuk. Wat hebben we nog meer? Een koeplant. Nou, laten we dat maar niet doen. Oh, die is wel heel groot. Oh, ik hou van deze. Maar dat vind ik echt iets te modern voor in dit huis. Nee, we gaan maar gewoon voor die eerste die ik net had. Waar is die nou weer? Ik ben hem kwijt. Verdorie. Opnieuw. Niet op deze rij. Ah, hier. Oh, hij komt door het kastje heen. Dat is niet mooi. Zo. Een nieuw meubeltje gewoon, ja. Reut zegt, hoi, ben er weer. Mijn wifi was weggevallen. Welkom terug. Oh, ik vind dit leuk. Leuk, leuk, leuk. Nou wil ik hier. Dat moet vanaf buiten. Zo. Ik zie het niet meer. Staat hij goed of zweeft hij? Volgens mij... Hij staat of goed of hij zweeft zo'n klein beetje. Maar dat boeit me niks. Bianca zegt ook echt zo tof. Ik heb gelijk weer inspiratie.
Ik vind dit zo'n leuk ding. Het enige wat ik dan jammer vind is dat hij niet ook met een wit met gele zwart zou komen. Terwijl heel veel dingen uit Klein Wonen wel die kleurencombinatie hebben. Hey, hallo. Ik had jou roze gemaakt. Even opstaan tussendoor. ik wou net zeggen, als hij zweeft is het te verwaarlozen. Ja, het valt nauwelijks op als hij zweeft. Oké. Okay. Zijn er nog een leuke hangplant erbij? Hier. Zo. Ja, we kunnen eigenlijk voor meer decoratiedingetjes kijken, hè? Misschien moet ik nu wel even het geel uitzetten. Oh, die mandjes. Deze. Ja. Oh, met roze is ook wel leuk. Ja. En we hadden toch nog... Oh ja, hier deze. Kijk. Extra dekens of handdoeken of lakens of wat zijn het. En als het zweeft, dan kan Bianca toveren. Oh, ik vind dit leuk. Ik ben ook trots op mezelf dat ik dit al heb weten te krijgen in een 32 tegelhuis. Nou moet ik natuurlijk wel zeggen, er zit geen wc in en geen douche in. Die komen buiten. Maar ik ben hier heel blij mee. Oké, okay, we gaan gewoon even alle decoratiedingetjes langs. Dus eerst de rommel. Alles waarvan ik denk, oh dat is leuk. Dat komt erbij. Kaartjes. Tissues. Dat is een beetje cliché, maar ja. Hier op de oven. Of zal ik hem... Op het tafeltje. Of... Nee, daar is niet handig. We doen wel op het tafeltje. Zo. Even kijken. Ik heb een keer een hele kantine in het tuincentrum beeld laten zweven. Leuk dat je die oven ergens op kunt zetten. En dat je daar ook weer iets op die oven kan zetten. Ja. En ik heb trouwens nu net opeens een idee. Dat valt onder oppervlakte, Kim. Zie je hem aan de onderkant? Nee, ik ga ook echt zo zitten. Dat heeft echt 0,0 nut. Oké, okay, die doen we dan even weg. Dan gaan we terug naar bloemen. Waar staat hij? Ik had hem op de bovenste rij. Oh, die hier. Kijk. Kijk! Hé! Hey. Nou hoef ik niet vanaf buiten elke keer met die move-up-checks... te puzzelen, want ik wil deze eigenlijk hier neerzetten. Dat vind ik veel logischer. Oh, die mag dan weer niet op de plank. Dat is dan jammer. Oh, die kan weer hier in het hoekje. En dan wil ik wel die dubbele dan. Zo. Heb ik Janker weer wat geleerd? Ik bedenk het me nu net opeens, omdat we natuurlijk hiermee bezig waren, dat ik dacht... Wacht, dat trucje kan ik ook voor het raam doen. En we willen natuurlijk wel casual sneakers hebben hier in dit huis. Zo. Zo blij met die update. Gewoon even een paar losse schoenen. Geen gedoe. Tandenborstel. Ja, dat moet je nu gewoon hier doen. Ja, die wil ik dan wel op de wasbak hebben. Zo. Nog meer pakken. Ja, komt ook met een gele swatch. Zo. Wat is dit?
Kleurstalen van de luiaardliefde. Nou, de lama, uiteraard. Willen we de lama, die willen we wel een beetje in het zicht hebben. Die doen we daar. Kijkt neer op de onderdanen. Dit vind ik ook wel een goeie. Hier met twee kleurtjes. Wil ik die nog ergens? Oh, die is ook goed voor daar. Ja, wacht. Die doen we hier. En dan doen we die. Past dat nog? Net aan. Top. Echt zo'n dumphoekje. Zo van, ik weet niet waar ik het moet doen. Ik dump hem daar. En Juts zegt, ik moet eerlijk bekennen, ik zag die bril en klikte op de stream. Ja, hier hebben we een beloning. Dat heet verkleedpartijtje. En dan draai ik aan het rad. En wat er dan opkomt, dat moet ik dragen. En ja, dat is nu een bril. Ik zal even mijn cam iets lichter zetten. Zo. Oh, dat is wel heel erg licht, hè? Die uit. En dan die. Dit is beter. Zo. Ja, ik vraag me altijd af wat mensen ervan vinden die mij dus totaal nog niet kennen. En dus die niet weten van die kanaalbeloning. Nee, het is geen kanaalbeloning. Het is een Streamlabs beloning. Die niet weten van die ticketsbeloning dan. En dat ze dan mijn stream aanklikken. En dan zien ze dit. Of dan zien ze de andere dingen die ik heb. En dat ze dan denken, oké. Dat ze het of heel leuk vinden of heel vreemd vinden. Nee, die doen we niet. We hebben al dat daar. Mensen, er woont maar één iemand. Die hier woont, is heel praktisch. Ze moet niet te veel troep en zo allemaal in. Tijdschriften. Mag niet op een plankje. Mag wel op een tafeltje. Maar willen we dat op een tafeltje? Oeh, wacht. Die past hier vast mooi onder. Top. Hey Annette, welkom. Hier hebben we nog meer boeken. Nee, we hadden al boeken. Nou ja, we zijn in een bossengebied. Ik zie hier wel voor me dat het hier regelmatig zou kunnen regenen. Ik ga dan die toch daar neerzetten. En dan deze hier neerzetten. Zo. Een bonsaiboompje. Heel schattig. Oh, hoe gaat het met je? Ja, goed. Moet je kijken hoe trots ik al op mezelf ben. We zijn een 32 tegelhuis aan het bouwen. Met voornamelijk spulletjes uit interieurdesigner en de kleur geel. Want ja, Bianca houdt van geel. En Bianca koos dat pakket als degene die het meest centraal staat in het huis. En ik vind het zo leuk geworden. Even kijken. Ja, willen we een messenset? Nee. Ik wil wel nog iets van dingetjes voor in de keuken, maar ook weer niet te veel. We gaan door naar de categorie diverse. En Lianne zegt, ik vind het huisje heel mooi worden al. Ja, ik moet ook nog even kijken voor gordijntjes trouwens zo. Een badjas. Come along with me. I'll show you. Dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Als je zeg maar naar de wc moet of moet douchen. Dat je... En je slaapt bijvoorbeeld in je ondergoed of zo, dat je die gewoon kan pakken. Hij mag wel wat hoger. Zo, dan mag de spiegel ook weer iets. Zo. Ja. Deze, die moet er ook... Waar ga ik dit laten? Oh, hier. Nou, perfect. Zo bij die prullenbak. Helemaal top. Ietsjes naar rechts nog. Ja. En Annette zegt er bijna tijd voor een klein feestje. Ja, jongens, aanstaande weekend is het mijn 100ste stream op Twitch. Dus dat gaan we vieren met allemaal multiplayer games. Ik weet nog niet welke games. Dat gaan we dit weekend zien. Maar ja,
Alleen maar spelletjes waarbij kijkers kunnen meedoen. Dus kom zeker kijken als het je leuk lijkt. Gek, hè, daar. Het is een beetje lastig om die nog ergens kwijt te kunnen, trouwens. Ja, of ik moet die schoenen verplaatsen. Want ja, kijk, kussentjes. En een dekentje voor op de bank. Als het buiten regent of zo. En dan doen we de schoenen ook hier. Het huis wordt steeds voller, maar er passen nog steeds dingen op. Waar zag ik nou die fruitschaal hier? Hoppatee, daar bovenop. Sauce spreads. Ja, ik vind dit... Nee, doen we buiten dan. Ik vind dit wel eigenlijk een plek om... Dus ook nog een barbecue plekje te maken. Ergens. Dus, ja. Je kan hier je dingetjes maken. Maar dat je ook nog buiten kan barbecuen. Ja, wc gaat ook naar buiten. Ik moet nog even puzzelen dat gaat doen. Want ik kan het natuurlijk niet afsluiten. Maar ik weet wel dat Sims, als ze binnen deze grenzen van de kavel alleen zijn en je zet de wc neer, hebben ze geen problemen mee. Ook al staat er net over het randje een Sim, dan maakt het geen ene reet uit dat iedereen het kan zien. Maar zodra er meer mensen in dezelfde kamer zijn, dan vinden ze het niet oké. Okay. Nou, hier wordt ook wel een beetje gat. Dan ga ik even kijken bij muurdecoraties. En daar kunnen we wel wat dingetjes vinden, ook voor de keuken. Die we zeg maar hier mooi eromheen kunnen hangen. Ik zag trouwens wel iets. Zag ik hier, volgens mij. En het is ook weer anders geel. Nou, we doen ook roze. Medicijnkastje. Oké, muurdecoratie. Dit is allemaal feestdagen, hè? Nee, kijk, dit is ja, ook een beetje kerst. Wat staat hierop? Random tekst die we niet kunnen lezen. Wat staat hierop? Een hert. Dan hebben we een sneeuwpop. Dan hebben we een boom. En twee bomen. Nou ja, het is wel het type boom wat daar staat. Dus die doen we gewoon. Gewoon een bosje neerzetten. Eeuw. Dat is heel groot. Ja, ik weet dat je nog van die pannen en zo hebt. Die je aan de muur kan hangen. En ik weet wel dat er ook wel kastjes zijn en zo. Maar daar zouden ze dan misschien in dit geval de borden of zo bewaren. Een dromenvanger. Een dromenvanger. Te leuk. Of zo'n wc-hokje van studentenleven. Maar ja, die liet ik in het begin van de stream zien, Annette. Die zijn de achterkant open. Ik kan op zich wel een muur neerzetten. Maar dat is een beetje gek om buiten neer te zetten. Ik wil gaan puzzelen ermee. Kijken of ik zelf iets daarvan kan maken. Hele random kunst opeens. En Ina, VDL, dankjewel voor het volgen. Welkom. Welkom bij de stream. Wat een lelijke kleur. Deze is beter. Oh, hier. Ja, hier. Zo. Als je een tuinhuisje maakt en daar een toilet aan maakt. Ja, maar als ik een tuinhuisje maak, dan ga ik over de 32 tegels heen.
Ik scrolde iets te snel. Dus daar moet ik een beetje mee opletten. Ik ga iets kijken of ik iets kan puzzelen dat de wc wel buiten is. Maar dat je wel het gevoel van privacy hebt. ik heb die... Oeh, deze zijn ook leuk. En die kleur is eigenlijk al tof, hè? Ja, we laten hem gewoon in die kleur. Superleuk. Oh, ik dacht takken, maar dat zijn vissen. Die zijn ook leuk voor buiten. Bedoel je die blaadjes? Dit is misschien wel handig in het bos van die scherpe messen. En dan wilde ik eigenlijk... Deze zocht ik. Nee, dan wil ik wel de zwarte. Eentje kleiner. Zo. Hallo Omri. Meow. Hallo Omri. Ja, of van die houten harten, die vind ik ook altijd leuk. Ja, nou, kijk, tada, daar zijn ze. Ja. Vind je ze ook leuk, Omri? Omri heeft er ook zin in. Waar laat ik die? Oeh. Zo. Mooi regenboog voor Pride Month. En geel zit erin. Ik denk dat de binnenkant zo langzamerhand wel klaar is. Alleen nog verlichting. Dus die gaan we wegdoen. Dan wordt het een stuk donkerder. Nou ja, valt wel mee omdat we nu natuurlijk ramen hebben. Eerst even kijken voor een lampje die we nog daar op de vensterbank kunnen zetten. Dat is wel leuk. Oeh, zo'n kaarsje. Oeh. Heb je dit huis eigenlijk nog met een doel gebouwd? Nou, dit is de eerste payback stream. Deze heeft Bianca uitgekozen, zoals je weet. Want jij mag ook in de toekomst nog een stream uitkiezen. En Bianca koos voor een Simsier bouwstream. En ja, toen wilde ik niet een van mijn bestaande projecten die ik al heb gaan pakken. Dus bijvoorbeeld een glazen brughuis of een 64 tegelhuis of een Star Wars huis. Omdat daar heel veel dingen al qua bouwen klaar zijn. En het vooral nog afmaken is. Of de tuin waar ik altijd tegenop zie. Daar heb ik nog zoveel huisprojecten openstaan. dus ik dacht, weet je, dan gaan we alvast. Ook al is het 64 tegelhuis nog niet klaar. Dan gaan we alvast een stapje maken naar de 32 tegelhuis. Heb ik voor Glimmerbrook gekozen. Want ik zat te twijfelen tussen Sulani of Glimmerbrook. Want Sulani dan een strandhuisje. Maar dan dacht ik, nee, Glimmerbrook is leuk. Want dan kan je ook een beetje... Ja, hiermee spelen bijvoorbeeld heel veel plantjes er tegenaan te zetten en zo. En toen heb ik aan Bianca gevraagd welk pakket zij als main pakket zou willen hebben voor dit huis. En dat is die interieur designer. Dus er zitten heel veel spulletjes van dat nieuwe pakket in. En haar lievelingskleur is natuurlijk geel. Binky zegt, Kim zoekt een tuinman of vrouw. Nou ja, Rosie of Kitty, kom me helpen. Kom jullie talent met me delen. Oeh, een gele. Daar in het hoekje. Zo. Komt er ook een mooie gele gloed in het huis. Ja, dan hebben we twee leuke staande... Oeh, kijk, we hebben hier ook nog aan het bureau. Kan die daar? Ja, top. Lampje daar. Oké, dan wil ik nu nog muurlampjes. Want we hebben hier natuurlijk het bed. Daar heb ik al de dromen van hangen. Dus dan moet daarnaast nog een leuk bedlampje hangen. Een nachtlampje. Met een bloemetje. Helemaal schattig. Hier bij de keuken moeten we nog een lampje hebben hangen.
Het lijkt me wel iets leuks om iets hangends te doen. Kijk, dit is ook van het ene pakket wat nieuw. Oeh, voor buiten. Die voor buiten. Ik weet alleen niet of Sims daar wel kunnen... We doen wel boven de deur, want misschien stoot ze hun hoofd er tegenaan. Iets wat in een blokhut past, maar ook nog wel leuk is voor binnen. Niet meteen heel erg voor buiten. Er zijn zoveel muurlampjes waar ik nooit wat mee doe. Omdat ze of te modern zijn, of te groot zijn, of te lomp zijn. Of ook een houten... Oh ja, zo is de keuken wel goed verlicht. Vind ik wel een goeie. Even donker maken trouwens. Nacht. Het is hier nog donker. Hier wil ik ook nog een lampje hebben. Wat gaan we dan hier op hangen? Nou, zullen die er dan bij doen? Want die hoort erbij. Of. Nee, dat is weer heel groot. Die in het klein? Nee. Eentje kleiner dan deze. Zo. Ja, eigenlijk vind ik dit wel goed. We hebben dan hier een muurlampje. We hebben hier een lavalamp. We hebben hier een muurlampje. Hier dat ding. Hier een klein lampje. Daar is een lampje. En ja, het is een blokhut, hè? Ik vind het op zich nog best goed verlicht voor een blokhut. Ik vind het wel een gezellig sfeertje, inderdaad. Nou, ik wil nog even kijken voor gordijntjes. Geel. We pakken ook even roze en paars. Wat krijgen we dan allemaal? Kunnen dit soort dingetjes doen, maar dan zit ik daar, kom ik daarmee in de knoop. Kobe Gaming 1, 2, 3, dankjewel voor het volgen, welkom. Dan moet ik dat langer hebben. Ja, is dit leuk? Je ziet minder van de vensterbankdingen. Maar in principe kunnen de gordijnen in het echt natuurlijk ook nog verder open. En hij is niet lang genoeg. Dat is ook een beetje gek. Die is nog korter. En deze hoogte, ja, dan komt hij weer deels voor dat ding te hangen. Vind ik ook niet zo leuk. Nee, dit is gek. Dit is gek. Dat doen we niet. We hebben ook nog gordijnen van het nieuwe pakket. Nee. Nee. Ik twijfel over de gordijnen, jongens. Dit is weer heel felgeel. Is de lengte wel weer goed? Maar dan denk je bij die kleur. Zo van, ik weet het niet. En dan moet die trouwens ook een stukje naar voren. Misschien kunnen we even kijken voor een andere swatch. Het hoeft natuurlijk niet per se geel te zijn. Kunnen ook gewoon voor simpel wit gaan. Of zwart. Ja, dan zou ik gewoon voor wit gaan, denk ik. Ja, ik vind het wel leuk. Want dan kan je ze toch dicht doen. Dan heb je toch een beetje de privacy. Als je gewoon s'avonds een lekkere televisie zit te kijken. En dat niet iedereen die... Nou ja, er kan niet per se iemand hier langs lopen of zo. Maar dat je niet het gevoel hebt dat je in de spotlight zit. Wil je de creativiteit naar mij sturen? Ik zit helemaal vast in een eigen idee. Oh jee, wat is je idee, Annette? En Binky zegt, ik hoop dat Kim het niet met een pakketje stuurt. Mijn pakketje voor in met mijn bouwkunst is nog steeds onderweg. En Bianca zegt, deze gordijnen passen wel mooi. En Annette zegt, dat moeten we misschien dan niet doen. Nou, ik doe alleen die gordijnen, want dit heeft de luiken die kan je dicht doen. En die heeft ook luiken die kan je dicht doen. En de deur heeft ook al een gordijntje, dus ik vind het goed zo. Ja. Binnenkant is klaar. Hoppatee. Oké, even tussendoor opslaan. Maar oké, ik heb het huisje een stukje naar voren verplaatst. Ik wil wel even de brievenbus vervangen.
Maar Annette zegt dat ze een appartement probeert in te richten, maar vaak merkt dat ze wit of zwart, ja, dat ze naar wit of zwart neigt als het gaat om de meubels. Welke stijl ben je dan aan het inrichten? Het staat onder apparaten. Oh, die kleuren mogen weg. Even kijken. We hebben die. Die niet. We hebben die. En dat waren ze. Annette zegt, ik heb niet echt een stijl. Kijk gewoon wat ik leuk vind. Ik wou zeggen, maar dan kan ik je niet veel verder helpen zo. Die vind ik wel goed. Of deze. Bianca, links of rechts? Welke brievenbus krijgt dit huis? Ja, want als je heel veel met wit doet, dan kan je bijvoorbeeld heel veel lichte kleuren erbij doen. Zoals ik bijvoorbeeld met geel heb gedaan. Of pastel kan er heel mooi bij. Als je zwart doet, kan je natuurlijk ook wat... Ja. Zwart kan met alles, dus dat is geen probleem. Wit en zwart. Ja, je kan ook bijvoorbeeld zeggen om er gewoon nu één kleur bij te nemen. Wit, zwart en... blauw. En dan niet pastel baby schattig blauw. Nee, echt dat hele mooie royale blauw. Dat is dat niet. Hier, van die... dit. Dat mooiere, diepere blauw. Probeer dat eens. Eén kleur erbij. Om mee te experimenteren. Nou, dan is het huisje nu wel echt klaar. Soort van. Want er moet nog een dak op, bedenk ik me nu. Oh jee, ik heb het mezelf moeilijk gemaakt. Zo. Even kijken. Ja, wat dan helpt is om op die kleur te filteren. Dan zie je voor je gevoel allemaal nieuwe dingen voorbij komen. Ja, dat is wat ik ook altijd doe. Als ik bijvoorbeeld een kleedje of gordijnen nodig heb, dan kies ik de kleuren uit wat in de kamer vaker is voorgekomen. In plaats van dat je elk kleedje afzonderlijk aanklikt. Omdat sommige kleden, dan heb je gewoon een groene variant en een roze variant en een blauwe variant. Die allemaal hetzelfde zijn. Maar bij sommige kleden is het opeens de vorm anders. Of er staat een ander patroontje op en die zie je anders niet zo snel. Laten we dan die zo doen. Zo. Ik wil wel het dak zien. Dat maakt het wel wat makkelijker. Ik vind dit lelijk. We gaan dit niet doen. Dit dubbele. Dit. Oh, jongens. Weg, 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 weg. Wacht, ik doe gewoon zo. Ik doe gewoon zo. Ja. Moet ik hem dan dicht doen? Of zo eentje. Oh, 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 blijf omhoog, blijf omhoog. Die. Zo. Alsnog een beetje gek. Die omlaag. En is het hier weer gek als ik die omhoog doe. Echt, hoe ziet een dak van een blokhut eruit? Hoi Epica, welkom! Ja, ik vind daken dus ook echt heel ingewikkeld. Als je nu eens bij dat lange stuk een recht stuk plaatst en dan aan de zijkant.
Ik snap je niet. Sowieso zit dit hier lager dan dat. Het irriteert me ook. Ik kan hier altijd nog een glazen dak van maken. Maar dat is ook weer lelijk. Dus dat doen we ook niet. Nee, geen stro. Hebben we niet een... Nee, maar dit is beton. Ja, het lijkt hout, maar het is beton. Wacht, ik ga even inspiratie googlen. I need help. Oké. Blokhut. Dak. Afbeeldingen. Ja, ik zie heel veel tuinhuisjes nu. Boshuisje. Dak. Oh, wel gewoon dakpannen. Ik zie ook zo'n schuinlopend dak. Ik zie een A-formaat. Ik zie ook dakken die uitlopen. Maar ja, dat is voor een huis die op de grond staat. En dat hebben wij natuurlijk niet. Dat is een klein huis. Ja, dat is de bedoeling. Even kijken. Als je vanaf het raam kijkt, dan is dat het lange stuk. Ja, dit is het lange stuk. Ja, ik wil even één dingetje gaan proberen. Want dat zag ik ook. Een dak die niet gelijk is. Nou, draaien. Heel leuk, joh, die camera die denkt omhoog. Niet links-rechts, maar omhoog. Omlaag. die... Heel... Nee. Hoe deed dat ook weer? Shift. Niet even hoog. Dit heeft al iets. Ja. En dan moeten we alleen dat stukje daar nog opvullen. Dat is met een schuine. Dat is die. Eerst even een stukje kleiner. Want dit is veel te groot. Je hoeft alleen maar dat ene hoekje daar. Ziet er heel gek uit. Maar ik moet mat. Ik heb gesjoemeld. Dus ik had er natuurlijk zo'n stukje gedaan. Ja, wie maakte dan ook zo'n raar hoekje? Ja, dan had ik een halve tegel extra. We hebben nu wel een hele mooie kast gebeuren door die halve tegel extra. Alleen het komt hier zo gek. Want hij is lager. Daar komt hij er alweer overheen uit. En hij mag niet korter. Zo. Nee, dit niet. Nee, dit ook niet. Zo dan. Het kan ook gewoon een dakgootje zijn. Ja, maar dus, dan zit je nog met een opening. Dat is een beetje het ding. We hebben wel dakgoten. Dak. Is dat groot? Nee, ik wil groter. Nee, die. Zo. Oké, de rand. Oh, dat is wel heel dik. Wacht, misschien moet ik eerst even kijken wat ik erop ga leggen op het dak. Schudden erop leggen. Regenpijpen, die gebruik ik eigenlijk nooit, maar dat is wel tof. Ja, ik heb ze echt volgens mij maar 1 of 2 keer gebruikt. Ik vergeet ook elke keer dat die erin zitten. Dit zou wel kunnen.
vergeef ze zonnepaneeldaken. Of een grasdak. Nee. Ik mis, ja, ja, ik kan natuurlijk golven dingen erop leggen. Maar ik mis eigenlijk iets van hout of zo. Ja, we hebben wel sneeuwweg, dak en sneeuwbeschermer. Dit lijkt wel hout. Het is het niet, maar het lijkt het wel. Dit vind ik wel een goeie. Nee, die andere was warmer. Zo. Oké, die dan ook daar. Nee, dat is zwart. Nou, het begint wat te worden, jongens. Hey, kijk mij even daken gefixt hebben. Wel gespiekt natuurlijk op Google. Want toen zag ik dus zo'n heet het een zadeldak? Deze? Ja, zadeldak, alleen dan niet symmetrisch. Dus die kan je natuurlijk met een half zadeldak, heet dat zo? Nou, hey! Kan je dat namaken? Ik vind het helemaal top. Ik vind dat bed nog steeds het beste van het hele huis. Met dat raam, dat uitzicht. Oké. Ik wil denk ik hier achter ergens een douche gaan doen. Ja, het lastige is dat ik hem niet kan dichtmaken. Even kijken. Annette zegt, je had hem ook nog op een andere manier kunnen sjoemelen met de kamer. En dan was het misschien volgens mij zelfs nog iets groter geweest. Misschien ken je het al wel. Maar dat dan zou je ook echt een keer moeten laten zien. Want uitleggen kan ik niet. Roosje zegt, het ziet er goed uit. Dankjewel. Ja, jij bent daar aardig goed in. Dus als jij het zegt, dan doe het me goed. Ja. Wat is handig? Zal ik de douche hier in de hoek doen? Pinky zegt, ik wil er wel wonen. Nou, ik zou er echt... Ik zou er niet willen wonen, maar ik zou er best wel een weekendje heen willen. Alleen dan niet alleen. Dit is natuurlijk wel voor alleen. Oh, ik heb geen idee hoe ik dit ga aanpakken. Tegels. Oeh, of we kunnen dit soort dingen doen. Ja, vakantiehuisje, ja. Oh, dit lijkt net een boom. Dat vind ik ook wel leuk. Hier mis ik eigenlijk een beetje dat je geen ronde muren kan doen. Even kijken. Oh, muren zijn geen tegels. Dat is top. Hoezo is dat top? Bianca zegt, ik zou het wel als vakantiehuisje willen hebben als ik niet meetel dat ik er niet in kom. Nee, jij zou echt iemand nodig hebben die je ook nog naar binnen tilt. Want het is, het is en een trap om überhaupt het huisje binnen te komen, maar het is ook een trap om je bed in te kunnen komen. Het lijkt me heel erg lastig om een 32 tegelhuis te maken die dus rolstoelvriendelijk zou zijn. Oh, dit is dan weer een beetje gek. Putje in de grond. Oh, die heeft het ook. Waarom hebben ze dat gedaan? Oh. Dan zou je misschien met halve muren niet aan elkaar toch iets van een wc-hokje kunnen maken. Ja, ik heb totaal geen idee hoe ik dat ga aanpakken. En Ruud gaat vandoor. Leuk dat je er was. Tot de volgende keer. Ik denk trouwens dat ik het iets meer daar wil hebben. Lastig. Nee, buiten. Wat heb je voor bomen allemaal staan? Heel veel naaldbomen.
Bijna geen loofbomen. Ja, daarachter een soort van... Bianca zegt, ik zou het muurtje wel lager doen. Ja, dan moet ik even een half muurtje... Of kan ik deze ook lager zetten zonder dat dat eraan gaat? Ja, toch? Nee. Dat kan niet. Dan maak ik er een half muurtje van. Zo. Nee, die niet, die niet, die niet. Hout, steen. Zo dan. Bianca, oh serieus, dat is gek, dat is een compleet los muurtje. Ja, het gaat per verdieping. En hoewel dit op de begaande grond staat en dit niet... Dit is eigenlijk ook begaande grond, alleen dan omhoog getrokken. Het is niet een eerste verdiepingskamer, zeg maar. Ik denk als ik een kamer op de eerste verdieping zou maken, dat ik die kan je dan wel weer van andere niveaus doen. Maar hij ziet dit als een begaande grondkamer en dit ook. Ik denk dat dat het is. Ik weet het niet. Wat had ik nou stenen? Ik wil misschien toch iets warmer. Ja, ik mis eigenlijk een beetje een kleur die heel mooi bij dat ding past. Nou, deze. We doen deze wel. Oké. Okay. Struikjes. Die kunnen we sowieso altijd nog doen. Oh, mooie paarse bloemetjes. Ja, wat wil ik eigenlijk? Dit soort bosjes. Nee, er zitten te veel, heel veel takjes in. Dit is heel laag. Met die struik ben je gelijk van het probleem af. Hoi, Brit. Ja, ga ik zo meteen laten doen. En deze komt uit ecologisch leven, dacht ik. Dan ben ik die ene kwijt die ik als eerste in mijn handen had. Dit is ook heel mooi. Oh ja, hier. Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje gek staan. Oh, ik vind tuinen zo lastig. Oké, we gaan even een dingetje doen. Die wil ik dan. Dat vind ik hier niet echt passen, hè? Oeh, we kunnen even spieken. We hebben hier groen bloemen. Gras en zo. Ja, die lijkt er niet op, maar die zou op zich wel kunnen. Kijk, die. Lijkt erop. Ik vind deze te loofboomachtig. Je kan er van het badkamerhoekje een soort van verlaten muur van maken. Die al een soort van stonden. Even kijken hoor. Nog wel gebruiken vast, denk ik, ergens. Ik weet niet. Het is te tempelachtig. even naar de cheats. The Sims 4 cheats. Dan wil ik de hidden objects. Hidden objects. En de live edit objects, zo. De muurverf van het houthuisje is van ecologisch leven. Beleef het samen. Oké, wat hebben we hier allemaal? Even langs de gewone pekspullen, ramen, zo. Kijk, hier krijgen we het.
komen niet in een andere kleur. Dat is nou jammer. Wat is dit? Geen idee. Vind ik niet echt een boom voor hier. Super cute, maar niet voor hier. Je wilt vragen waar de muurverf vandaan komt. En dan vraag je, ik bedoel de stapel blokken van Beleef het Samen. Maar dan noem je dus al een pakketnaam, Brit. Ook zo cute, maar niet voor hier. Zwevend huis. Het is... Oh. Dat is heel gek geprogrammeerd. Moet je zien, er zitten allemaal van die rare dingetjes. Er mist een deel. En hij komt natuurlijk weer niet in een andere kleur. Dit vind ik misschien wel leuk om ergens op te gebruiken. Bajo! Boogjes! Boogjes! Oh, die is heel groot. Nee, die niet. Oeh, dan ga ik twijfelen of ik dit wil doen. Oeh. Ja, sorry, je gaat eraan. Doei. Oeh. Dit is heel leuk. Ik zit dan alleen nog met... Oh, jeetje. Dit is heel cool, maar niet voor hier. Ik zit dan alleen nog met hoe ga ik de wc erin verwerken. En Shuei Yindra, dankjewel voor het volgen. Oké, dit was Beleef het Samen. Aangezien ik nu in de wereld speel van Magisch Rijk, laat ik die er ook weer bij pakken. Want dan vinden we waarschijnlijk ook wel dingetjes die hier... ja, waarschijnlijk heel veel dingen uit de magische wereld. Zoals die... Of een soort van... Wat is dit? Nee, die. Nee. Dat was het alweer. Even kijken. Welke pakketten hebben we nog meer? We beginnen even bovenaan. Nou, aan het werk niet beleefd samen hebben we gehad. Stedelijk leven. Weet ik niet zo. We hebben al Rosie die wild wordt van kastjes. En nu ook nog Kim die wild wordt van hekken. Nou, zo wild. Dat valt ook wel weer mee. Moet je ons eens naast elkaar zetten. Debug overload. Of hekken met kastjes erin. Hé, hey, ik ben zelf heel trots op dit. Kastjes met kastjes erin. Zodat je televisie erop kan. Daar ben ik heel trots op. Honden en katten. Hij heeft ook wel van die leuke hekjes en zo. In die wereld. Ja, dit is meer strandhekjes alleen. Wij zijn ook heel trots. Hallo, grote boom. Kale boom. Strandpaaltjes. Oh, oploopbrug. Oh, dit is wel een keer tof om ergens voor te gebruiken. Moet je wel ook nog sneaky een andere manier maken zodat je het huis in kan. Maar dit moet je eigenlijk voor Sulani. En dan huis je op het water en dan dit. Oh. Wacht, ik zet hem even neer. Ik ga even een screen voor mezelf maken. Zodat ik dat ooit een keer wil doen. Zo. Dat lijkt me heel tof.
We zijn gewoon een happy debug familie. Oh, Epica gaat morgenmiddag baby zwemmen. Kan je deze neerzetten hoe je wil? Oeh. Oh, hallo, waar is de rooster? Oh, kijk, dit is een toverhekje. Aan deze kant heb je een rooster en dan draait hij om en poef, nou is hij van daar naar daar. Geldt dat ook voor die? Nee, die heeft het wel aan beide kanten. Vreemd. Dus dan zou je eigenlijk twee van deze moeten hebben. Oh ja, dat is heel stom aan die bug. Dat valt niet te klonen. Ja, maar dan kom je eigenlijk met een probleem. Dat je wil natuurlijk wel... Dan zit je al heel snel aan zo'n grote. Dat vind ik weer... Nee, dat wordt er niet. Wil je dat nog eens laten zien? Want ik keek even weg. Ja, Annette. Oké, één keer nog. Kijk, wat vind je van dit hekje? Enig toch? Met die mooie rastertjes. En die mooie rastertjes die aan de andere kant compleet onzichtbaar zijn. En poef, daar zijn ze weer. Nee, dat is te netjes. Die is te lang. Nee. Nee, oké. Geen honden en katten. Klik hem maar weg. Dan jaargetijden kwam niet met een nieuwe wereld. Dus er zitten ook niet nieuwe hidden objects. Wordt beroemd. Ja, dat is allemaal heel fancy chic en zo, hè. Daar hebben we denk ik niet zoveel aan. Nee, daar hebben we niks aan. Eilandleven? Heeft hij ook iets van hekjes of zo? Oeh, ja. Oh, die zweven. Ook wel. Oké, heel leuk. Zo. Ze zijn zeker van Magisch Rijk. Nee, dat is niet eens. Vangrail? Nee, dat wordt hem ook niet. Oh, die is heel klein. Oh, en die is heel groot. Was, hoort zeker bij de waterval. Dat was eilandleven. Studentenleven. Niet ecologisch leven. Zou kunnen, want die heeft ook verschillende type wijken. Wie weet zit daar iets bij waarvan je denkt... Hé, dat is wel leuk om een buurt mee op te vullen. Random lamppaaltje. Nee, toch niet. Jammer, jammer, jammer. Sneeuwpret. Een bruggetje. Oh, ook leuk. Dankjewel, Rosie. Een spoor. Als je een treintje wil maken. Dit is weer een heel klein hekje. Ik weet niet. Het is niet... Denk, ja, laat ik er voor de zekerheid een paar neerzetten. Misschien dat ik er toch gebruik van wil maken. En die bug kan je niet klonen. Dat is echt wel irritant hoor, een debug. Dat je denkt, oh, ik wil er nog een. En dan kan je die hele lange lijst weer gaan afscrollen. Even kijken. In de natuur? Nee. Welnisdag uit eten van... Pieren, ouderschap, jungle-avonturen. Die heeft natuurlijk die tempels en zo. Dat heeft ook wel van die... Oh. Heel klein. Van die afgebroken, verlaten muurtjes en zo. Nee. Nou, tot zover jungle-avonturen. Strangerville? Dat is een beetje gek. Ja, gevangenis. Die is interessant.
Dit vind ik ook leuk, hè? Dit soort hekjes en zo. Maar ik weet niet of ik de hele boel wil gaan afzetten met hekjes. Ik wil juist heel erg het natuurlijk houden. Je hebt zo'n klein huisje en dan heb je van die plekjes waar je kan zetten. Zitten en zo. Maar ik wil voor de rest dat het echt met de omgeving meegaat. En ik wil niet afbakenen zo van, hé, kijk, dit is onze tuin die wij hebben. Nee. Nou, ik denk dat we de interessante dingen er wel uit hebben. Oké, nou, de douche is daar. Ik weet alleen... Ja, die ga ik denk ik niet gebruiken, deze. Die mag dan hier tegen dit hek aan. Zo. Dat is bij Diebuk altijd zo bijzonder, hè? Je kunt het niet inschatten. Of het is mega, of het is bijna niet te zien. En dan kijk je naar zo'n plaatje en dan denk je... Oh, dit is leuk. En dan... piepklein. Of dan kijk je naar zo'n plaatje en dan is het... woesh. Hele kavel ligt vol met spullen. Zo. Oké. Weet je wat heel komisch zou zijn? Is als je dit zou kunnen gebruiken en dan de wc hier bovenop zetten als een troon. Maar dat gaan we niet doen. Kan ik deze ook verkleinen? Ja, dat kan. Top. Ik weet niet zo goed waar. Dat is het ding een beetje. Ja, ik denk dat ik die toch niet ga gebruiken. Oké, sanitair. We hebben een wc nodig. Oh, kijk, nou, ja, dit is perfect. Ik wou zeggen, we hebben een wc nodig waarvan ik al geloof dat hij ook oprecht buiten staat. Hoppatee! Ja, voor, ja. Ja, we hebben heel veel van die huisjes en zo. Dat is natuurlijk enig, maar dat vind ik dus te makkelijk. Het zou op zich wel kunnen... Nou ja, deze niet, want het loopt hier een beetje dood. Je kan niet echt heel veel verder om te wandelen. Als ik een van die andere kavels had gepakt, even kijken of we die kunnen zien. Die kavel hier is die route naar die magische poort. En dan is zo'n wc-huisje wel makkelijk dat dat kan. En Sharon is er ook weer. Maar we gaan dus een verkleedpartijtje doen. Want Epica wil iets van het rad hebben. De spookjesbril komt erbij. Ja, je oude naam staat er nog in. Dat dan, als je met je nieuwe naam wil kopen, dan moet je het via de Streamlabs pagina doen. In plaats van via het kassatje. Zo. En net met die Nederlandse bril kwam er al iemand die mijn stream had aangeklikt. Puur en alleen voor die bril. Ik vraag me af wat mensen vinden van deze bril. Het spookt in dit bos. Het is geen puzzelstukje. Het is, nou ja, oh ja, bij sommigen is het wel een puzzelstukje. Maar eigenlijk is het in principe het Streamlabs logo. Kijk, deze kon ik... Oh, wel klonen. Kon deze ook donkerder? Nee, natuurlijk niet. Even kijken, hoe gaan we de wc verder afbakenen? We hebben hier ook nog... struikjes met bloemetjes erin. Kijk, dit is ook weer te makkelijk. Wilde bloemen. Nee, het ziet er niet uit. We hadden... zo één ook nog. Hoe heet het? En Indie Plu, dankjewel voor het volgen. Welkom. We hadden ook nog van dat gras, zeg maar. Deze, alleen dan anders. Niet die. Oh ja, die. Maar dan leek hem wel eens groter. Die komt ook niet in het donkerder. Is dit gek? Of vinden we dit mooi? je ziet toch iemand die op de spookjesbril afkomt. Ja, inderdaad. Indy, zo zie ik er normaal gesproken uit. Maar welkom. Maar wat vinden hiervan? Vinden dit gek, die twee door elkaar? Ik twijfel. Ik weet niet of ik het mooi vind.
buitenaardse valstrik. Kijk, ja, Bianca zegt al, ik vind het niet zo mooi. Nee, ik twijfel het dus ook al. Die is ook te loofboomachtig. Oh ja, hier een droge. Want bij de wc stinkt het natuurlijk. Nou ja, eigenlijk is het mest, hè? Nee, aan de andere kant. Eigenlijk is het mest, dus dan zou hij het gewoon moeten accepteren. Kijk, ja, die kunnen we dus niet gebruiken. Kan ik eigenlijk? Of zegt hij dan nee, dat geldt als een tegel? Dus even testen hoor. Oh, zwembad telt niet mee. Olé, olé, olé. Welkom, 28 centimeter. Ik twijfel nog over die andere hekjes, maar oké. Okay. Het water wordt natuurlijk... Die? Of die? Die is te licht. Brakwater. Frisser dan fris groen water. Of troebel de troebel. Ik wil geen zwembadwater. Maar even kijken hoor. Want we hadden hier... Ja, dit is heel mooi helder blauw water, hè? Ja, misschien moet ik dan toch voor die gaan. Ik wil geen chloor, geen glitter, geen... Hoe heet het? Badder de bad. Ja, ik twijfel. Bianca, wat zeg je? Gaan we voor troebel? Gaan we voor groen? Of gaan we voor brak? Zo. Wat vond je van het idee van die bron van sneeuwpret? Wat? Bron van sneeuwpret. Wacht, mis ik iets? Ik mis volgens mij iets. Oh, misschien is het bij wijze van leuk om een hot-up van die bron van sneeuwpret te gebruiken. Oh ja. Ja, ik heb nu al een vijver. Oh ja, bellen. Zo, dan borrelt het lekker. We gaan natuurlijk geen trapje of zo neerzetten. Want het is in principe een zwembad. Maar ik wil dat het er dus uit laten zien als een vijver. En dan moet ik eigenlijk ook wel even de muur vervangen. Dus het moet een beetje natuurlijk water en steen. En iets donkerders. Iets. Ja, oké. Okay. Zo. Deze vijf is ook heel leuk zo. En een prima kleurtje. Ja, aparte vorm. Ja, het is natuurlijk geen normaal zwembad. Hè. Het moet er zo natuurlijk mogelijk uitzien. Dus dan gaan we een beetje spelen met de vormen. Zo, dat is die. En dan een paar keer een gewone groene erbij. Wat past hier nog meer? Nee, dat is toch anders. Kruipen een palm? Nee. Nee. Bollenstruik? Nee. Het geen grasriet. Nee. Klik nee, klik nee, klik nee.
Nee, die is te licht. Oh, wacht. We kunnen meer kleurtjes doen, maar... Deze kan allemaal, maar ik wil hem wel kleiner hebben. Daar. Oké. Okay. En dan kunnen we nog even kijken bij de bloemetjes. Wajo! Kijk, zo, hop, klaar. Klaar. Nee, die doen we niet. De patat is nog net zo koud als en rauw als toen het de airfryer inging. Ja, ik heb dus nog nooit patat uit een airfryer gegeten. En ik hoor ook al de wisselende reacties van mensen. De ene zeggen dat het niet zo lekker is als gewoon gefrituurd. Maar andere mensen zeggen juist dat het wel heel goed is. Ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat het ja, eetbaar is, op zijn minst. En ik bouw een 32 tegelhuis. Nou, het huis is al klaar. We zijn nu de omgeving aan het doen. Die komt echt niet met een andere swatch. Sommige planten komen niet met een andere swatch. Dat is echt super jammer. Nog een paar van die er dan bij. Oké, ik hou die twee stukjes open. Want dan kan je er hier nog in en dan kan je er hier nog in. Dus dan kan je wel zwemmen. Ook al is het daar in principe niet voor gemaakt. Zand. Even kijken. Potgrond? Nee. Tuingaals? Nee. Zandaarde. Modderige modder. Ziltzand. Dennenaarde. En Epica zegt, wij vinden de airfryer goed, dan stinkt het tenminste niet. Ja, ik haal gewoon bij de snackbar, dan stinkt het thuis ook niet. Super makkelijk. Oké, ik vind dat het echt al ergens op begint te lijken. De wc is alleen super afgeschermd, ik ga deze gewoon wegdoen. Zo. Maar ik zou niet zo snel weten wat ik er nog bij kan zetten, want een hele boom gaat hem niet worden. Wat is dit? Oh, een wensboom. Nee, dat wordt hem niet. Maar ja, er zijn niet echt meer bomen. Ja, ik wil geen boom erbij. En als we een beetje kijken naar de struiken, dan heb ik de meeste ook alweer gehad. En in principe woon je hier alleen, hè. Dus op dat vlak is het prima. Ik was trouwens nog niet klaar hiermee, zie ik nu. Zo. Ja. Misschien is het ook wel leuk om die boom daar ook neer te zetten. Nee, dat wordt te symmetrisch. Dat doen we niet. Maar wat misschien wel een leuk idee is, is om daar iets van een lampje te doen. Een buitenlampje die niet te overheersend is. Wacht, even donker maken. Zo. Een beetje sfeervol. En dit houden we wel gewoon donker, denk ik. Ik vind het een beetje gek om een lampje bij de wc te zetten. Zoals ze 's nachts. Joehoe! Ik zit hier te kakken. Kunnen jullie het zien? dat doen we niet. Even kijken. De vijver ziet er heel tof uit zo. En Bianca zegt ook al dat het heel veel voordelen heeft. Ik denk dat ik het huisje nog een keer ga verplaatsen. Als ik de kavel verplaats, dan neem ik dat allemaal mee. Hè? Nee, dat wil ik niet. Het huis. Dat ik het hier neerzet. En dan heb je, als je daar zit, ook een beetje uitzicht op... Nou, iets naar achter nog. Sorry. Zo. Je toch nog een beetje uitzicht op het water. Als je in bed ligt, kijk je ook nog een beetje op het water. Ik dacht, ik zet hem toch nog een stukje naar achter, omdat je daar toch die wc hebt. Ik wilde hem niet te dicht op die wc zetten. Zo.
Dan gaan we dit even gummen. En dan gaan we het hier nu doen. Zo. Vet leuk dit. Oké, kampvuurtje nog. Met een barbecue erbij. Ja, willen we daar nog... Oeh, jeetje. Bartel, het heeft te maken met wat het concept is. Wil jij een rijke villa en er staat een douche en de wc buiten? Slechte architect? Ja. Is dit een simpel boshuisje? Ver weg? Nou ja, niet zo ver weg van de bewoonde wereld. Maar zogenaamd ver weg van de bewoonde wereld. Waar je lekker in je eentje zit. Dan is het heel logisch om buiten een douche en een wc te hebben. Dus dan is het geen slechte architectuur. Maar oké, Bianca wil kabouterpret. Ik schrok me rot, joh. Er moet natuurlijk ook weer een kaboutertje van me erin, ja. Zeg het maar. Welke kabouter gaan we erbij zetten? De onderste plank en dan de tweede in die kleur. De onder die zit een beetje vrolijk te zwaaien. Raties, beelden. Kabouter. Deze. Voor altijd jouw kaboutertje. De onderste plank en dan de tweede in die kleur. Zo. Oh, kijk nou eens aan. Dan hoop ik maar dat als iemand anders hem koopt, gaat hij... Wacht. Ah, nou, kijk eens aan. Dat... Hoop ik dan maar, want als iemand anders hem koopt, dan gaat die vlieger er niet op. Nee. Net als in Zweden, buiten kakken, maar dan zonder huisje erom. Ja. Ja, een huisje ging dus niet lukken, want ik heb mijn 32 tegels al opgemaakt. Maar op zich, dit stuk is dicht. Je hebt dan hier wel open, maar omdat dit raam heel hoog zit, als je hier woont, kijk je niet direct op de wc. Je ziet hem natuurlijk wel even als je in bed klimt. Maar als je eenmaal in bed zit en gaat slapen, dan zie je juist die vijver. En dan zie je zeg maar die bomen hier met die bergen erachter. Dus ik vind de plaatsing wel goed. Dan gaan we wel even kijken. Activiteiten en vaardigheden buiten. Kampvuurtje. We hebben deze. We hebben deze. We hebben die. Oh, dat is wel leuk. Een spelletje. Zijn dit de kampvuurtjes? Ja, dat zijn de kampvuurtjes. Nou, Bianca, roep het maar. Links, midden of rechts? Ja, waar ga ik die laten? Rechts. Oké. Hier dan. Dan blokkeer ik die kant wel, maar je kan alsnog daar het zwembad in. En dan moet je extra goed je best doen om goed te gooien. Want als je misgooit, dan gooi je het zo. Het water in. Haha. Een barbecue. Oeh, welke komt in het geel? Want we willen wel een beetje dat geel ook terugbrengen naar buiten. We hebben het vat, maar dat vind ik niet echt iets voor hier. En aan de andere kant, dit is de andere optie. Want dit is allemaal van Magisch Rijk. En voor de rest, ja, die wil ik sowieso niet gebruiken. Oh, deze is ook wel leuk. Ja, dan ga ik voor die laatste. Dat vind ik wel leuker voor hier. Ik denk alleen dat ik zo opnieuw debug in moet. Om nog iets te bedenken voor hier. Of we pakken die nog een keer. Want daar was ook een grotere variant van. Packs. Beleef het samen.
Waar staat hij? We leven samen. Toch? Het was beleven samen? Nou ga ik twijfelen. Oh jee, ik moet er niet alles weer af, hè? Of was die van Magisch Rijk? Magisch Rijk. Niet van Magisch Rijk? Oh nee. Dit is dus waarom ik het haat dat je niet diebe kan klonen. Oh, en je kan ook niet zoeken. Ja. Ik wil jou hebben. Verdorie. Ja, ik denk toch beleef het samen. Ik zie hem niet. Die kabouter is top daar. Ja, zo bij de douche. Tada! Is het deze? Nee. Die is ook anders. Wat is dit? Nee. Oh jongens, ik weet niet meer uit welk pakket die kwam. Oh wel, ja, zie je wel, beleef het samen. Kijk, ik wil hier de grotere variant hebben. En dan doen we wel een pijnboom. Kijk hoor, we hebben gewoon een pijnboom. We hebben nog meer. Wel van een andere boom hier, anders wordt het te symmetrisch. Zo. Nou moet ik zoeken naar... Oh, wacht. Oh, ja, we leven het samen zo uit. Oké, kom voor. Ja, wat gaan we er omheen zetten? Je wil natuurlijk niet een cliché... Ja, kussentjes is schattig en zo. Maar dat is buiten in het bos niet heel erg praktisch. Werken deze stoelen trouwens? Of moet ik eetkamerstoelen hebben? Nee, toch? Ik had er ook speciale stoelen eromheen. Ja, hier reageert hij op. Oké. Iets wat een beetje logisch is voor buiten. Ja, ik zit aan te denken aan steen of aan hout. Ja, niet aan gewone poefjes. Je bent natuurlijk wel in de natuur. Want dit is dan wel heel schattig. Maar dit is te schoon en te netjes. En misschien best wel vlambaar. Wat toch van die stenen zitjes en zo? Ben ik nou gek? Ja, wel van dit soort grootte, maar dat zoek ik ook weer niet. Oh, hier. Kijk, ik heb het gevonden. Ja, want ik kan bijvoorbeeld dit soort stenen eromheen zetten. Of boomstammetjes. Maar dat wordt weer een beetje... lastig. Wat is dit? Wat is dit? De grote gemeenschappelijke bank, perfect om op te zitten. Oké. Het is maar wat je leuk vindt. Ja, ik twijfel, want... Oh, deze zijn... Ja. Aan de ene kant is een boomstam top. Aan de andere... Wacht, ik kan ook gewoon hier zo'n boomstammetje neerzetten. Zo, kan je ook daar zitten. En dan pakken we wel iets anders voor hier. Bijvoorbeeld dit soort stoeltjes.
Ja. Deze zijn op zich ook wel geinig. Met geel. Oké, okay, ik ga weer... Bianca, je mag weer iets kiezen zometeen. Zoveel keuzes, Bianca. Ben je blij dat je voor de Sims gekozen hebt? Oké, okay, dan hebben we deze. Vind ik ook wel iets voor buiten. Ja, het zou wel kunnen. Nee, zet ik wel een soort van poefje, maar dan wel met riet aan de onderkant. Wat is dit? Nee, te modieus. Hoe heet dat? Te interieur professional-achtig iets. Oké, okay, nee, dit zijn de vier keuzes. Bianca, oeh, ik hou van deze invloed. Bianca zegt ook, ik vind het echt heel jammer dat ze deze net niet ietsje realistischer hebben gemaakt. De tweede, oké. Okay. De tweede. Komt deze nog in... Nee, dit is toch wel het mooiste hout. Dit is wel het mooiste hout, oké. Okay. Oh, ik wil hem pakken. Zal ik er twee doen? Want je kan... Ja. Ja, mensen kunnen ook nog daar zitten. Ik vind twee wel goed. Want je kan toch maar met één persoon daar slapen. Dus misschien dat je met iemand een keer afspreekt. Oh, maar kom gezellig eventjes langs. Formaat. Zo. Dan moet het hier ook weer een beetje aankleden. Dus we gaan de kleine bos varen. Oh, wacht. Ik wilde ook nog iets doen met steentjes. Oh, hier zit allemaal zand omheen. Ja, ja, dat moet ik niet. Wacht, die stenen zijn grijs, hè? Grijs. Leuke bril, meid. Dank je, Siske. Je hebt toch ook iets van die boomstamzitjes? Of denk ik te veel aan Animal Crossing? Ja, op zich wel. Maar dan lijkt het alsof je hier een hele kring met bomen had omgehakt. Ik heb dan wel zo'n boomstambankje gedaan. Oké. Okay. Oh nee. Gaan we dit krijgen? Nee, dat wilde ik niet. Ik wilde de kleur veranderen naar grijs. Zo. Zo. Oké, gras. Hebben we iets van... Iets wat er heel mooi doorheen kan. Mooie sprietjes. Zo. Bianca die zijn er, zegt die tegen Annette van ja, die boomstamzitjes die zijn er zeker, maar die vind ik ook ja, te jammer dat ze erg plasticachtig ogen. Ja, dat kan je echt zien, het verschil met de pakketten van de eerste 2 à 3 jaar van de Sims en de pakketten die we de laatste tijd hebben gekregen, dat ze veel beter zijn in de details en hoe het eruit moet zien. En Epica zegt, ik vind de tuin nooit zo leuk om te doen. Het wordt nooit mooi bij mij. Ik vind het daar ook heel lastig. Om het heel mooi een eenheid te krijgen. Ik wil ook niet... Ja, even kijken hoor. Je wil niet dat de boel te... Ja.
dat het mooi past bij elkaar. Kijk, hier heb ik ook een beetje random. Zo. Beetje zo. En dan de gummer een beetje random doorheen. Hop, 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 hop. Britt zegt, ik vind het juist heel leuk gelukt, die tuin. En Annette zegt, ik vind tuinen juist leuker dan een shell in de binnenkant van het huis. Oh. En Rosie zegt, ik plemp altijd maar wat weg, want ik kan niet zoveel met tuinen. En dat zegt Rosie dan. Ik ben echt altijd jaloers op jouw tuinen skills. Ik vind jouw tuin altijd super knap. Ja, ik vind op zich dat dit wel klaar is. Ik zou niet zo goed weten wat ik er anders nog neerzetten. We kunnen wel even, als ik kijk op kamer, hè, en ik kijk op buiten. Ja, vuilnis. Oh, misschien een grote container of zo. Zo. Ik weet het niet. Beeldjes. Hebben we iets bij beeldjes waarvan ik denk, oeh, dat is leuk voor hier. Ik denk het niet echt, hè? Oeh, wacht. Wacht. Wacht eens even. Ja, die moet eigenlijk hierbij. Kan die kleiner? Ja, ik kan kleiner. Zo. Oh nee, ik wilde hem van kleur veranderen. Zo. Rosie zegt, het ziet er cute uit. Deze tuin heeft wel echt een vakantievibe. Nog meer dan genoeg ruimte om te badmintonnen. Pinky zegt, ik vind mijn tuinen meestal niet zo mooi. Oh, die bedoelde je de hele tijd. Oké. Volgende keer gaat Linnea de tuin zetten. Nee, dat is een beetje gek. Dan krijg je allemaal mensen. Dan zit je daar en dan krijg je allemaal mensen die langskomen lopen. Oh. Nee, dan wil ik niet die. Dan gaan we all the way. Dan wil ik. Waar is die? Hier. Dan wil ik. Dang it, waar is die? Deze. Hallo? Nee, wel andersom, want dan lijkt het alsof je voor. Alsof. Wacht. Zet hem op de hoek. Zo. Dan lijkt het alsof je speciaal voor dit soort ding. Dit ding zou kunnen komen. En dat er toevallig een vakantiehuisje nog in de buurt achter staat. Voor de mensen die niet weten wat dit is: dit is de wensput uit Romantische Tuinaccessoires. Waar ik letterlijk maar. Eén keer mee gespeeld heb omdat ik een plaatje nodig had. Ik heb voor de rest nooit wat mee gedaan. Dat is eigenlijk best erg. Maar ja, dat zorgt wel dat er hier nog iets is. En eigenlijk wil ik er voor de rest niks meer mee doen, want ik vind hem al aardig aan de volle kant raken. Dus ik denk dat ik gewoon een keer een bouwproject heb gedaan in één hele stream en klaar. Roosje zegt, ik vind hem er leuk uitzien, maar ik doe niks met de gameplay ervan. Ja, ik had ooit een keer een plaatje nodig, omdat op Town of Plumbobs hebben we, zeg maar, voor de pakketten een topic dat heet Hebbes. En dan kan je dus, zeg maar, een plaatje posten van als je een pakket hebt. En dan komt je naam op een lijst. Dus ik had mijn Sim Selfie een wens laten doen, zodat je, zeg maar, mij zo'n muntje erin ziet gooien. Letterlijk de enige keer dat ik met die wensput gespeeld heb. Dus dat is eigenlijk wel erg. Misschien moet ik een keer kijken of ik dat ooit een keer iets leuks mee kan doen. In een van mijn 20 Let's Play series die ik nog heb lopen. Maar ja, ik denk dat het al zo goed als klaar is. Ik wil eigenlijk nog even één dingetje hier. Dag, romantische tuin. Want de achterkant is wel nog een beetje kaal hier. Zo. Zoiets. Dus dan gebeurt er nog wat.
Zien we verder nog iets waarvan ik denk dat is nog een leuke toevoeging zo last minute. Maar ik denk het niet. Nee. Klaar. Ik ga hem even opslaan. Ik zeg klaar. Epica vindt de put te groot. Dat kan. De barbecue, die is er. Die staat hier op het hoekje. Kijk, hier is de barbecue. Hier kan je dan nog zitten. Hier is het hout. Dus dan heb je hout voor de barbecue. Hout voor kampvuurtje. En er is binnen geen haard of zo. Dus daar moeten ze het mee doen. Wel hout om eventueel meubels te maken. Maar ja. Ik vind het een heel tof huisje geworden. Oké, Bianca. Heb jij leuke bijvoeglijke naamwoorden waarvan je zegt... Hé, dat zou het huisje mooi omschrijven. Want ik wil gaan nadenken over een naam. We kunnen hem namelijk meteen op de galerij zetten. Hij is klaar. En ik zal meteen even toeren hoe die dus is. Nou, we hebben dus hier de wensput uit de romantische tuin accessoires. Dan hebben we hier een container voor het afval. En meteen ook een lekker plekje waar je kan barbecuen. Dus je kan hier barbecuen en een, hier zitten met kampvuur. Dan heb je de barbecue. Hier kan je nog zitten. En we hebben hout. Ik wil één dingetje nog toevoegen. Daar sta je. Zo. Dan aan de andere kant van het huis. Hier hebben we een hoefijzerspel. Dus dan moet je met hoefijzers zeg maar om dat dingetje heen gooien. Niet per se namen, maar bijvoorbeeld... Hallo? Ja. Bijvoeglijke naamwoorden. Dus iets met geel zou kunnen. Zelfstandig naamwoorden. En dan ga ik zelf een beetje mee puzzelen om een naam te bedenken. Want als je kijkt naar hoe ik andere huis heb genoemd. En het liefst Nederlands, Pinky. kavels. Nou, dit is dan van Ho Ho Ho. Hier, Museum Kimmeleet, omdat er dus een Instagram-account is dat Tessepuls en Kimmeleet heet. Zontevree, omdat er dus... had iemand in de stream toen bedacht. Deze heet Steneling, omdat er dus wat van steen en zo in zit. Dit is Schrikkel, omdat ik dat ooit voor een project heb gebruikt dat begon op Schrikkeldag. Boho Blok, omdat het Bohemian invloeden heeft en omdat het een blokhuis is. Laura's Pixels, dat was ooit voor een kerstcollab. Saliture, want Sali is een soort van plant. Net als bezelblad. Toen hadden we volgens mij dat voor dat eerst, dat palmbomenbehang was toen voor het eerst. Hofland, een soort van hofje hierachter. Met lentes weer. Rodis, rood op een eiland. Die was voor Jessie toen. Mediterrakt, want het is een mediterraans huis. Selvadak, want het is heel veel spulletjes uit jungleavonturen, dus Selvadrada. En ik had heel geëxperimenteerd met het dak, dus zo kom ik zeg maar op namen van huizen. Maar we gaan even verder met de tour. We hebben hier dus waar je een hoefijzerspel kan spelen. Dan heb je hier een hele mooie vijver, maar daar kan je dus gewoon in zwemmen. Dan hebben we de wc toch een klein beetje afgezonderd, maar niet super afgezonderd. Net als de douche. En dan het huisje. Je komt hier naar boven. Dan kan je altijd, als je ermee wil gaan spelen, heb je die achterste tegel nog vrij. Dus je kan denken van, wil ik daar iets van een hobby neerzetten of een lampje neerzetten of zo. Dus daar heb je vrij spel in. En dan kom je hier binnen bij deze deur. Hebben we hier een mini koelkast met een oventje erop en dan een fruitschaal erop. Je hebt de spiegel, de badjas, de schoenen en zo. Aan deze kant begint dan het keukentje. Maar er staat dus ook een bakje met tandenborstels. Want ja, je moet toch ergens je tanden poetsen. Hier nog wat afval. Prullenbak en om het schoon te maken. Dan hebben we hier achter een klein hoekje waar je gewoon kan werken. Dus een klein bureautje met een laptopje. Nog een bakje met tijdschriften en wat doosjes daar. En dan draai je even verder. Hier hebben we een kast met allerlei spulletjes. Maar de kleding hangt eronder. En als je denkt, ja maar hier kan ik toch nooit bij. Daar staat dit krukje voor. Dus dan kan je zogenaamd kan je er dan bij. De mooie nieuwe bank van de designer pack. Zo gebouwd. Dus je kan lekker zitten. Deze en deze zal je waarschijnlijk gebruiken om televisie te kijken. Die onder het stapelbed staat. En deze hier kan je gewoon gebruiken als je wil lezen of zo. Hier staan nog wat spullen op de vensterbank.
Ja, en dan hebben we onder het stapelbed een kastje met de kasten van de designerpack. Plus een bijzettafeltje van Klein Wonen. Omdat een televisie kan dus niet op een plank. Wel op een bijzettafeltje. Dus die hebben we mooi in elkaar geflanst. En dit bed vind ik toch wel... Ja, daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Maar ik vind eigenlijk dat het bed het beste van de hele kamer is. Vanwege dat raam van Jungle Avonturen wat erachter zit. Dus hier zit geen raam. Nu begint hierboven pas. Dat als je in je bed ligt, heb je top uitzicht. Dus ja... Heel mooi. En even kijken wat mensen hebben gezegd voor namen. Even kijken. Gezellig geel boshuis. Dat zijn drie woorden die bij Bianca opkomen. Trappetje voor het zwemmen? Nee, want het is geen zwembad. Het is een vijver. En Sims hebben geen trappetje nodig in de Sims 4. Dus dat is niet verplicht. Bianca, wauw, hoe creatief. Dat zou ik niet kunnen. Ik kom niet verder dan de bovenste drie woorden. Epica vindt het huisje er schattig uitzien. Nu moet ik ook denken aan besmettelijk geel. Gadver. Bijenhut. Dat geel is niet geheel vlekkenproef. Myrthe gaat er vandoor, die moet nog wat dingetjes doen. Oh jeetje, ruim 2 uur turnen, pittig. Oké, een naam. Iets met geel, iets met bos. Iets met hut, iets met hout. De bos... Iets met geel, iets met hout. Ja, omdat het echt een boshuisje is, vind ik het wel leuk om bos erin te hebben. Bozelhut. Bos van bos. EL van geel. En dan hut. Bozelhut. Wat vinden we van die naam? Bijenbos. Er staat niks van bijen voor de rest in. Ik zie Rosie al een hartje doen. Rosie vond het heel gezellig, maar moet er vandoor om eten te maken. Ja, ik ga ook zo eten. Ik krijg trek. Tot de volgende. En succes nog met de naam. Hij is heel leuk geworden. Ja, ik ben er heel blij mee. En gewoon een keer in één hele stream, hè. Ja, het is ook een 32 tegelhuis, dus er valt niet heel veel aan te bouwen. Maar ik... Ja, tuin is altijd een uitdaging. En Bianca zegt, kijk, hier zou ik dus nooit opkomen. Ik vind het heel goed gevonden. Mooi, dan wordt het Bozelhut. We hebben nog kaveleigenschappen. Dus laatste dingetje van invloed, Bianca. We hebben aardbevingszone, bloedgebied, buiten het netwerk. Lijkt me niet handig, want ik heb voor de rest niks van stroomvoorzienende of watervoorzienende dingen gedaan. Celebrity huis lijkt me ook niet echt het ding. Dollar V, eco-kavel, eilandgeestige, gemene vibe, gemoedelijk, geothermisch, geregistreerd vampier onderkomen, geweldige akoestiek, geweldige aarde, goede scholen, gremlins, griezelige hondenhangplek, huiselijk, jakkie, kabouters, kattenhangplek, kinderspel, kookpaleis, krachtige stormen, kriebelige beestjes, natuurlijk licht, natuurlijke bron, op een duistere leelijn, op een leelijn, partyplek, privégebouw, romantische aura, rust en vrede, snel internet, studiespot, thuisstudio, jeetje wat een lijst, tienerbuurt, trainingsterrein, vampiernexus, verminderen en recyclen, vervloekt, vies, vulkaanactiviteit, denk ik ook niet, want dit is niet de wereld met een vulkaan. Wetenschappelijk hol en zonnig aspect, roep maar. Nou, sowieso gemoedelijk. Dat is al één, die stond ergens boven, toch? Gemoedelijk. De ruimte, maar intieme sfeer maakt het makkelijk om naar hartelust, charisma, comedy en ondeugdheid te oefenen. Bianca zegt rust en vrede. Vrede, rust en vrede, rust en vrede, rust en vrede, daar. Deze kavel zorgt voor een goede leesomgeving. Sims begrijpen meer, dus hun vaardigheden gaan omhoog als ze lezen. En gespannen gemoedstoestanden verdwijnen sneller. Hoppatee. En dan nog iets geks. Iets geks. Wat is dit? Geothermisch. Natuurlijke verwarming verlaagt nutsrekeningen door elektriciteit te genereren en houdt alle zwembaden warm. Dat zou ik wel geiniger vinden voor hier. Gremlins. Dingen die snel kapot gaan. Spoken, wil je dat het een horrorkavel vindt? Oeh, die past wel goed. Welke is die? Bedoel je geothermisch? Nee, hoor, geen gremlin. Ja, geothermisch dus. Oké. Nou, dan is dat het. De Bozelhut is gemoedelijk. Je komt er voor je rust en vrede. En het is geothermisch, dus je hebt weinig verwarming nodig. En dit water is dus lekker warm. Dat betekent dat als het sneeuwt in de wereld, dat je er ook lekker van kan genieten. Ik ga hem op de galerij zetten zometeen. Ja, dit was de eerste payback stream voor Bianca. Dankjewel voor het kiezen voor een Simsier bouwstream. En ik heb gewoon in één klap de 32 tegeltaak die ik sowieso nog een keer wilde doen, heb ik klaar. Dus die komt straks op de galerij, Bozelhut. Dit is stream 99, dus aanstaande weekend is het mijn 100ste stream. Ben ik weer live op Twitch
En dan gaan we meerdere multiplayer games spelen. Hou vooral de Discord in de gaten. Wie weet doe ik een oproepje voor bepaalde games waarbij je kan meespelen. Of geef ik een seintje van, hey, zorg dat je Switch er klaar staat. Of dat dit spel klaar staat, want je kan meejoinen. Ja, want ik heb best wel veel multiplayer games. Ik kan even kijken welke ik eigenlijk op dit moment allemaal heb. Among Us, ik heb Truffle, Knockout City, Mario Kart. Ik heb Monopoly voor op de Switch. Quiplash is ook weer zo'n party game dat je met je telefoon kan joinen. Ik heb Splatoon 2 en ik heb Uno voor op de Switch. Dat zijn dingen waar wat je dit weekend kan verwachten. Een aantal van die gaan we aankomend weekend spelen. Stream 100 wordt dus een feeststream. Dus dat betekent ook feestvlaggetjes. En wie weet nog andere verrassingen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Subjes, bedankt voor het subben. En de nieuwe volgers, welkom. En wie weet tot dit weekend bij mijn 100ste stream op Twitch. Dan is het feest. Dus tot snel. Dag!